Ik denk, mijn pa had gelijk. Weet je, wij zijn blaadjes aan een boom. En als wij denken dat we de boom zijn, dan heb je het verkeerd. Als je jong bent, dan kun je het veroorloven om te zeggen: zo zit de wereld in elkaar. Maar op mijn leeftijd, 62, is niet weten de grote wetenschap. Het enige waarin ik me wil uitspreken is in de muziek. Dus in die zin ben ik nu al inconsequent. Want muziek is gewoon een andere dimensie. Als je dat niet begrijpt, ja, je kunt er wel een McDonald's hamburger van maken, maar dat is geen vijfsterrenrestaurant. restaurant. En de beste zinnen die ik geschreven heb, heb ik niet verzonnen hoor. Die, die verzinnen mij. Wie Zuid-Afrika kent, heeft een heel veel gevoel: ik leef. Ik denk dat ik zonder dit land nooit degene uh, uh, geweest zou zijn die ik nu ben. Verkleurmanneke is Afrikaans gezegd, een chameleon. Zo noemden ze mij toen ik hier kwam. Maar nou, dan komen we op de vraag waar ik op dit moment in mijn leven heel sterk mee bezig ben. Wie ben ik echt? Op een podium kom ik soms heel dicht bij, bij mezelf. Bij dat niemand. Dat had ik tegen mijn kinderen gezegd, papa, wat ben jij bang voor? Ben je bang voor corona? Ik zeg, nee, papa is bang voor bange mensen. Er is niemand die mij hier het zwijgen oplegt. No fucking way. Niemand van de ene kant, maar niemand ook van de andere kant. La, laat ik hier dan maar een, een biecht doen. Ik heb die keuze niet gemaakt. Hallo mooie mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Droemen Show. Zoals jullie misschien achter mij kunnen zien, en ik leg het nog even uit voor de mensen die zitten luisteren: we zitten in Kaapstad, we zitten in Zuid-Afrika voor de Droemen Show Zuid-Afrika Tour. We zitten op een plek waar ik ben opgegroeid en we zitten op iemands balkon. En wel op het balkon van Stef Bos, muzikant die zoveel mensen hun hart heeft weten te raken. Het is een heel filosofisch gesprek weer gaan luisteren. Waarin we de diepte induiken over het bestaan, over wat het nou is om mensen zijn, uh, over de coronaperiode. Uh, over het moment wat Stef zelf heeft meegemaakt en hoe hij zich is gaan uitspreken. Over de concerten die hij nog heeft gedaan tijdens de coronatijd en nog veel meer. Dat heeft mij weer geïnspireerd op onwijs verschillende lagen. Zit Afrika is ook nog aan bod gekomen? Wat ik natuurlijk heel erg tof vind, omdat het zo'n divers land is. Nou, een hoop om je op te verheugen. Dus ik zou ook zeggen: veel plezier met het kijken van dit gesprek. Voordat jullie dat gaan doen, lieve vrienden, doe maar mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En uh, ook te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent: YouTube, Spotify. Abonneren op al die kanalen helpt ons enorm. En op www.droemershow.com kun je nu financiële bijdrage doen nemen. Helpen jullie, mij en het team, om de Troemershow verder uit te bouwen. Dit soort tours te kunnen doen en al die interessante mensen voor de camera te krijgen. Dank jullie wel voor jullie steun. En ik wens jullie ontzettend veel plezier met het kijken van deze podcast. Stef. Super, super, super dank je wel... dat wij vandaag in jouw huis in Kaapstad... Uh, dit gesprek mogen gaan doen. Ik Dit is voor mij uh, ja, sowieso heel bijzonder en heel speciaal... dat ik... Ik ben natuurlijk hier opgegroeid. En dat ik dan nu mijn oude wereldje hier eigenlijk mag combineren met hetgeen wat ik nu doe en waar mijn passie zo ligt en waar ik de laatste jaren zo mee bezig ben geweest. En dan ook uh, dat met jou te mogen doen is voor mij extra bijzonder, want je hebt in ons huishouden altijd een grote rol gespeeld. Omdat mijn moeder al jarenlang ontzettende fan van je is. Dus zeg maar, ja, Stef Bos is altijd heel veel om ons heen geweest en dat dan nu soort van allemaal zo bij elkaar te mogen brengen hier in Kaapstad, voelt voor mij wel ontzettend uh, speciaal. Dus daarvoor uh, dank man. Ja, nou, je moet je moeder danken, want die liep al de hele tijd uh, tot, uh, denk ik, aan het begin van corona. Ik kende haar, uh, maak prachtige schilderijen. En ze had ooit gevraagd iets zo daarover te schrijven. Voor een, denk ik, een expo in knokken, die ze deed, wat ik me kan herinneren, denk ik. En toen begon jij met je wilde avonturen op het internet. En, uh, en toen zei ze: Je moet naar mijn zoon toe. Oh ja, heeft ze dat gezegd? Ja. ja. O oh ja. En. Uh, nou, dat heeft eventjes geduurd, maar dat had, we hadden dit moment nodig eigenlijk. Dat denk ik ook, want we waren er net al een tijdje geleden uh, al over aan het nadenken en zo. Maar dat het dan nu opeens als we in Kaapstad zitten, dat, dat valt er toch allemaal wel, wel mooi bij elkaar. Hè? Want wat, ja, ik heb hier gewoond, uh, opgegroeid ben ik hier. Van toen ik anderhalf was ben ik hier naartoe gegaan en uh, nou, toen jaren hier gewoond. Maar wat, wat betekent Kaapstad voor jou dan? Zeg maar waarom, hoe is dit, hoe is Kaapstad in jouw leven uh, terechtgekomen? Ja, ik kan het net zo goed aan jou vragen. Ik ben wat later aangekomen hier, ik denk op mijn dertigste. Uh, begin van de verandering in Zuid-Afrika, begin jaren negentig. Uh, dus we zijn wel rond dezelfde tijd aangekomen eigenlijk ongeveer? Ja, ja we ja. hebben hier alle twee rondgelopen zonder dat we het wisten. <laughs> ja, jij met wat kortere beentjes dan ik, maar inmiddels uh, ben ik aan het krimpen en ben jij aan het groeien. Ik denk dat ik zonder dit land nooit degene... Uh, uh, geweest zou zijn die ik nu ben. Het, dit is een soort land wat je openbreekt. Uh, uh, opnieuw geboren laat worden. Ik, bedoel, ik heb mijn vrouw hier leren kennen. De kinderen zijn in dit huis geboren. In een opblaasbad wat ik moest vullen met water. Uh, um. Dus alles, ik denk de laatste twintig jaar in mijn leven... Uh, ook mijn twijfels en alles. Dit land zet alles in beweging. Als je hier ook je ogen sluit, dan heb je dit land nooit gezien. En het gaat niet over de mooie bergen. Het gaat over iets wat ik moeilijk kan omschrijven. Kaapstad zelf is natuurlijk een, 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 een plek waar wij een geschiedenis mee hebben. Je, je hoort je eigen taal terug in het Afrikaans. En ik denk dat dat voor mij wel een belangrijk ding is, zodat ik de, de grond. De klank van mijn moedertaal hoor. Want dan, dat, die ontroert mij, of die begrijp ik het meeste. Als ik een hele dag Engels moet praten. dan, dan valt mijn tong op een gegeven moment uit mijn mond. Dan mis ik. Uh, mis ik een. Uh, kloorte op zo'n Vlaams gezicht. Vlaams hoor ik ook graag, weet je. Je moet met die klote spreken. En. in Zuid-Afrika. Uh, is een land met een... Wat ik wel eens zeg, het is de wereld in zakformaat. Dus je krijgt alles om je oren. Schoonheid, sociale ongelijkheid, armoede, honger. Uh, iemand kan je deze week nog... Uh, iemand je met ogen aankijkt, zo van, die niks te eten heeft. En dan kun je hem niet afzetten met een afstandsbediening. En dat kunnen wij in Nederland wel. En daarom ben ik hier graag. Dat mijn kinderen dat ook zien. Dat ze zo opgroeien. En, en een deel ook in België en Nederland opgroeien. Dat ze de twee werelden leren kennen... Maar nu ben ik al veel te lang een antwoord aan het vermijden. Maar wat dit land met mij heeft gedaan, moet ik eigenlijk nog achterkomen. Maar ik kan niet meer zonder. Het zit onder mijn huid. Het laat me leven. En uh, het heeft me heel veel laten schrijven. Hm. Omdat ik denk dat ik hier in een spiegel moet kijken. Ook mijn Nederlanderschap zie. Mijn hang naar regels. Orde. Uh, dit land is chaos. En, heb, je, heb je serieus een, uh, merk je dat je hier een drang naar regels krijgt als je hier, uh, als je hier zit? Nou dat, dat zit, zo ben ik geboren. Ja. Wij komen uit een land dat, dat soms het systeem belangrijker maakt dan de mens. En, en dat zit een beetje in ons systeem. Daar is op zich ook niet zo veel verkeerd aan. Als je het maar in de gaten hebt. Want uiteindelijk moet het systeem de mens dienen. En niet andersom. En uh, wat dat betreft leven we in zeer gevaarlijke tijden, vind ik, omdat dat, die ontwikkeling gaat zo snel dat we het vaak zelf niet in de gaten hebben. En hier in Zuid-Afrika, weet je, dit is zo'n chaotisch land en het wordt uh, zo slecht geregeerd dat dat soms ook zijn voordelen heeft. Mm -hmm. En ik vond, ik ben al voordat ik naar Zuid-Afrika was, ik in Tanzania en Senegal heb ik veel gereisd. En van in het begin denk ik toen ik begon te zingen uh, en, er, en er komt enige roem op je af door dat liedje Papa. Weet je, voelde ik al heel snel dat ik naar plekken op de wereld moest. waar uh, niets evident is. En dan ben je op het hele Afrikaanse continent heel goed thuis. Ja, dus dat, ik hou enorm van dit continent. En, en Zuid-Afrika is een vreemde clash tussen Europa en Afrika, wat dat betreft. Want als je boven de Limpopo gaat, dan begint Afrika pas echt eigenlijk. Ja. ja. Ik, ik vind het grappig, want we waren, gisteren waren wij een gesprek op aan het nemen in Montague. Ja. Dus tweeënhalf uur hier vandaan. En we zaten in een guesthouse. Want uh, nou, Michael, die was goed bevriend met de eigenaar van het guesthouse. En zij vroeg mij: met wie uh, ga je morgen podcast opnemen? Dan zei ik: Oh ja, met de, met de Nederlandse zanger, met, uh, met Stef Bos. Ik had eigenlijk helemaal geen idee zeg maar, hoe groot je hier bent. En zij zei: like, Oh, Stef Bos. En die ging helemaal los en uh, helemaal geweldig, vond ze net. Toen dacht ik: Oh, nou ja, uh, dan, dan ben je eigenlijk nog veel groter dan ik uh, dan, dan ik had misschien wel had gedacht of zo. Dus hoe dat is toch ook bijzonder eigenlijk? Hoe dus je een dat ingegroeid in die Afrikaanse cultuur? Ja, precies. Okay, dan kan ik die Afrikaans praat? En toen ik, ik kwam hier via uh, Johannes Kerkkorrel, en dat was een die is inmiddels overleden, maar dat was een grootheid hier. Einde uh, apartheidsperiode een soort protestzanger met een paar andere uh, gasten. En dat werd een soort levende legende. Maar ik ontmoette hem gewoon in Antwerpen in een café. Hij moest daar spelen op een festival in België. En via hem ben ik hier terecht gekomen. Want wij begonnen samen te werken. Oh. En daardoor kreeg ik opeens een soort rode loper. Want ik, schreef, ik maakte een liedje met hem. En opeens uh, uh, gingen er allerlei deuren open. Maar ik heb nooit een strategie gehad in mijn uh, muziekcarrière... Uh, en toen opeens gebeurde er van alles hier. En als je dan dat Afrikaans leert en je trouwt met een Afrikaanse vrouw en, dan, en je kinderen ook nog die taal leren, weet je, van, van bottom-up, zodat die, die hele klank zit, dan, dan ken je... De, ja, ik ken die taal nu wel een beetje, kan er ook in schrijven. Ja, en dan uh, kent opeens iemand in Monteky misschien. Nee, dat is Stef Bos, hij zingt Likies... Uh, uh, hij heet de -Seike een Seikenbossi een nieuwe versie. En dan vind je een weg, maar ja. Vreemd hoe het leven lopen kan. Nou, dat is, dat is het toch? Dan ben je gewoon opeens zit je als, als iemand die opgegroeid is in Venendaal in Zuid-Afrika. En uh, dan zit je gewoon dat de bevolking niet daar Ja, Ja, in. en weet je wat wel, het, wat, wat wel maf is? Um, ik speel binnenkort in Namibië in Windhoek op een theaterfestival. Omdat daar eigenlijk ook Afrikaans lingua franca is. Dat, dat beseffen wij vaak niet in Nederland. Die taal is misschien nog veel dominanter dan in Zuid-Afrika aanwezig. Oh. Um, ja, ik ben verliefd op die taal. Ik vind dat een. een, een weet je, je, je ziet eigenlijk. Ik beschrijf Afrikaans wel eens alsof je je eigen moeder tegenkomt wanneer ze 16 is en in de bloei van haar leven. Want het is een hele jonge taal. En je hoort eigenlijk een soort Nederlands waar ik jaloers op word. Waar een touchscreen een streelpaneel wordt. En een feedback een kringfluit. En, en iemand die zegt, nou zoek je moeilijkheden. Zegt, nou krap je aan die leeuwse ballen. Weet je, ja. En, en je begrijpt het eigenlijk allemaal. Maar het is... Je komt niet uit die pool van collectief onderbewustzijn eigenlijk. Maar je, het is wel... Het klinkt als mijn taal. Maar met een andere geschiedenis. En... Um, heb je niet het idee dat.? Dit heb ik vaak. Als ik dan met. met uh, dat wij voelen ons op een gegeven moment veel meer verbonden ergens met het Afrikaanse. Dan het Afrikaanse zich verbonden voelt met het Nederlandse. Snap je wat ik bedoel? Want ik. Als ik hier met iemand spreek. die Afrikaans spreekt. En, en, ja. en dan. Um, ik. ik die het is heel herkenbaar, je verstaat het voor een groot deel. Je moet wel vaak even nadenken. Ja, want ja, ja, ja. er moet een klomp om. Ja, maar je, je voelt gewoon, oh ja, dit stamt eigenlijk af van, van ons, wat wij in ja. Nederland hebben opgebouwd. En dus, dus je voelt, maar misschien komt het ook omdat ik hier gewoond heb, maar dat, je, je voelt die, wat dat betreft die connectie en die verbondenheid. Terwijl volgens mij andersom heeft een Afrikaans iemand, ook al spreekt hij de Afrikaanse taal, helemaal niet meer die verbondenheid of die connectie met Nederland. Die zien het echt als iets anders. Snap je? Ik bedoel, voor mij voelt het veel meer als: oh ja, dit, dit het is een herinnering. Of voor mij een, een, een besefmoment: weer hoe, wat, ja, wat Nederland voor rol heeft gespeeld in dit land. Terwijl zij dat, denk ik, andersom veel minder zou ervaren. Wat dat weet ik niet. Ik denk, ik denk wel dat er is heel lang een. Uh, kijk, het ligt. Het ontstaan van het Afrikaans is al een heel. Een verhaal op zich, omdat er een heleboel invloeden een rol spelen. De Duitse taal als syntaxis speelt een rol, maar Duitsland bestond als zodanig niet in de 17e eeuw. Trouwens, Nederland ook niet. Dit waren een heleboel steden en een paar uh, provincies die samenwerkten tegen de, tegen de Spanjaarden. Maar eigenlijk dat hele dat taalgevoel van die tijd, en het gaat over de hele Noord-Duitse laagvlakte, van eigenlijk van de Baltische Republieken tot aan Amsterdam. In West-Vlaanderen spraken mensen een taal die, die redelijk, uh, uh, hoe moet je dat zeggen, overeenkomstig was. Mm. Dat noemen ze nu het Diets. Maar dat had allerlei varianten, maar die konden elkaar redelijk goed verstaan. En in die tijd kwamen die schepen hier en ze namen die taal mee. Maar dan kwam er ook de invloed van de Cape Malays. Dus de slaven die wij invoerden uit Indonesië, die nog steeds als gemeenschap hier bestaan in de Kaap. Fascinerend. Die brachten woorden uit het Bahasa-Indonesia binnen. Dus uh, Blatjang, Pisang, uh, Kampong, uh, allerlei invloeden... en ook de manier waarop ze spreken. Andere slaven-elementen kwamen daarin. Het is een soort combinatietaal die technisch gezien... Uh, 80% van de woorden in, in de Vandalen komen ook voor in het Afrikaans. Alleen soms met een andere betekenis. Of, uh, dus het ligt aan de ene kant dicht bij elkaar. En ik denk dat de Afrikaners... Zich misschien veel langer daar bewust van zijn geweest. En voor jouw generatie wordt het weer interessant. Maar Afrikaans is natuurlijk heel lang, jammer genoeg. Want een taal kun je nooit als fout aanzien. In Nederland als een foute taal gezien door de apartheid. Ja. Dat is hetzelfde als dat je Goethe niet meer mag lezen na de Tweede Wereldoorlog. Terwijl Goethe, voor mij, Heinrich Heine, uh, Tucholsky, Kester, dat waren de eerste dichters die ik las waar ik door aangedreven werd. En het feit dat er. Uh, uh, dat er een Hitler is geweest. Wil, zegt niks over die taal. Maar in Nederland is Afrikaans... Uh, hoe moet je dat zeggen? Dus ik denk dat de hang van Afrikaans naar het Nederlands... misschien zelfs wel groter was op een gegeven moment dan andersom. Mm. Alleen mijn generatie was het een soort no-go zone. Mm. Terwijl mijn vader, die leerde nog uh, Sari Mare, bij wijze van spreken, op school. Ik zou het heel fijn vinden als die, die banden weer aangehaald zouden worden... tussen het Afrikaans en het Nederlands. Want wij zouden... Als Nederland uh, zou het onze taal enorm verfrissen. Denk je niet sowieso dat er een, een best wel vooroordeel, uh, stigma achter iets rust op Zuid-Afrika in, in de westerse wereld eigenlijk? Want ja, toppers hier een kleine onderbreking. En zoals jullie weten in drie jaar lang de troepen onderbreken wij het eigenlijk nooit. Maar hier toch een kleine onderbreking met iets wat ik. Super, super belangrijk vindt en waar we heel hard aan werken. Want, lieve vrienden, de Truman Show komt naar jullie toe. Wij gaan de theaters in in Nederland en België en wel met het thema De Weg naar Vrijheid. Ik ben er super blij mee. Ik kijk er onwijs naar uit om jullie eindelijk allemaal te gaan ontmoeten. Dat de gasten jullie gaan ontmoeten en dat we er gewoon één groot feestje van gaan maken. Kijk even naar het filmpje en ik hoop jullie allemaal snel te zien. En verder heel veel plezier met het verder kijken van deze podcast. Al twee jaar lang vragen jullie ons of wij ook iets bij jullie in de buurt kunnen organiseren, en dit wordt nu eindelijk werkelijkheid. De Truman Show gaat op tour, lieve vrienden, en in de maanden februari, maart en april zijn we te zien door de theaters in Nederland. En dat betekent dus ook naar de theaters bij jou in de buurt. Samen met de inspirerende gasten van de Toerme Show zullen we de weg naar vrijheid met elkaar gaan onderzoeken. Dit betekent een live podcast met de allerbeste gasten van dit moment. En uiteindelijk ook een QA waarin je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan mij en de gast. Want wat betekent vrijheid nou voor jou? En hoe kunnen we ervoor nou zorgen dat we samen vrijer kunnen leven? Door het samenbrengen van ieders individuele reis leggen we de puzzelstukjes samen. En verwacht daarom ook een avond waar je geïnspireerd raakt. en waar verbinding met gelijkgestemde centraal staat. Samen lopen we de weg naar vrijheid. En ik hoop jullie allemaal daar te zien, want we gaan er echt een feestje van maken. Denk je niet sowieso dat er een, een best wel vooroordeel. Uh, stigma achter iets rust op Zuid-Afrika. In, in de westerse wereld eigenlijk? Want ja. Kijk, de apartheid is natuurlijk iets. <tus> Dat is zo'n groot ding. Maar eigenlijk zeg maar, niet, bijna niemand heeft in die tijd. heel weinig mensen die er een mening over hebben. zijn in die tijd ook daadwerkelijk in, in een plek geweest. waar dat was, zeg maar. Dus ja. hebben de verandering daarna meegemaakt. Dus mensen hebben heel snel. een soort vooroordeel erover. En, en schrijven daarmee. een soort van een hele generatie of een land af of zo. Terwijl dat, dat komt. dat besef ik me steeds meer. ook naarmate ik steeds bewuster word van. denk ik dan van hoe de wereld werkt en zo. En als ik dan net als nu weer terug op reis ben in dit land. Dat ik echt denk: van ja, maar je moet wel uitkijken met hoe snel je oordeelt over bepaalde periodes in bepaalde landen. Want je weet het eigenlijk helemaal niet waarom iets er geweest is. Daarvoor dat dat zitten is. wij eigenlijk vandaag bij elkaar. He, We weten het eigenlijk niet. Dat is zo'n goed vertrekpunt. Ik zat laatst weer uh, Matthias de Smette herlezen, uh, het boek. En dat de wetenschap heeft. Haar uh, uh, fenomenale, gepassioneerde drang tot nieuwsgierigheid. soms verloren. door een waarheid te gaan verkondigen. Mm. En waarheid is zo volstrekt oninteressant. In mijn leven gaat het erom. om te zoeken, te zien, te voelen. Uh, uh, en vooral veel vragen te stellen. Als je jong bent, dan kun je het veroorloven. om te zeggen. zo zit de wereld in elkaar. Maar op mijn leeftijd, 62. is niet weten de grote wetenschap. Weet je, en. en misschien. Om terug te komen op je eerste vraag, is Zuid-Afrika heeft mij in een, in, een, in een bad gestort. van niet weten. Omdat ik hier alles wat ik dacht te weten. los moest laten. Uh, mijn eerste ontmoeting met Johannes Kerderkorrel in, Kaaps, in, in uh, Antwerpen. <coughs> mijn eerste ontmoeting met Johannes Kerderkorrel in Antwerpen. Dat vergeet ik nooit meer, want toen liep ik tegen mijn eigen vooroordelen aan. Blanke Zuid-Afrikaan, protestzanger, wist ik niet. Ik kende één liedje van hem, vond ik fenomenaal goed. Heel Brauw, dat is een, een epische song. En, uh, en het eerste wat ik dacht: god, dat valt mee. Dus eigenlijk had ik in mijn achterhoofd het idee dat alle blanke Zuid-Afrikanen in principe een soort uh, rechtse, extreme fascistoïde figuren waren. Dus ik was eigenlijk degene die die apartheid, het idee van de apartheid, veel meer toepaste dan hij. Mm. Ja. En daarmee werd ik al op het verkeerde been gezet. En dat was nog maar mijn eerste ontmoeting. En toen kwam ik in Johannesburg terecht. En toen werd ik ondergedompeld in een land, dus begin jaren 90, wat in een, een, een enorme uh, 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 maalstroom terecht kwam van veranderingen. En ik wou eigenlijk vroeger geschiedenis gaan studeren. Mm. Dat was, ik ben dus eigenlijk een soort mislukte geschiedenisstudent. Maar dat fascineert mij nog altijd. Dus het eerste wat ik zoek, of het nou Vlaanderen is of landen waar ik kom. wat denk ik te weten over de geschiedenis, maar hoe zit het werkelijk in elkaar? En dan kom je er aan het eind achter dat werkelijkheid is altijd zo complex. En door dat te aanvaarden en niet te gemakkelijk weg te komen met het zit zo in elkaar. Uh, Ervaar je de rijkheid uh, van het leven en dan kom je er hier achter. Dat, wat, hoe ik tot nu toe denk over dit land in een heel kort bestek: uh, de VOC komt hier aan en was een multinational. Dus we praten hier niet over kolonialisme. Dan gaat het over kolonialisme in Zuid-Afrika. dan denk ik, fuck, weet je, daar gaan we al. Daar gaat het al mis. Nee, dat was een multinational. Die zo'n shell nu opereert in Nigeria. Het grootste bedrijf ter wereld. Niet fris. Nee. Weet je, Ken Saruwiwa is een van mijn helden zo. Uh, die daar het loodje heeft moeten leggen. Dus die bewegingen zijn er altijd nog. De, de kracht en macht van multinationals is... Fuck, dat is zo door ons in de gaten te houden. Want dat is levensgevaarlijk. Want... Wat gebeurt er? De VOC komt hier, handelt. Handelt, zoals de Portugezen. Wij waren als Nederland veel te klein om maar een land te beheersen. En kolonialisme is eigenlijk alleen maar technisch gezien van de 19e eeuw. Toen ging Engeland en Frankrijk zeggen, nu is dit van ons. Maar die Nederlanders en die Schotten en de Duitsers en de Zweden die op die bootjes hier kwamen, die handelden met de plaatselijke mensen. Daar gingen dingen goed, gingen dingen ook enorm verkeerd. Maar de dingen gingen zoals ze gingen toen. En daaruit is weer een ander volk ontstaan, bijvoorbeeld hier, uh, die colored uh, mensen van de Kaap. En uh, je kunt die geschiedenis van toen. is zo complex en daar zitten zoveel. Uh, daar zitten liefdesverhoudingen tussen. klootzakken die uit Nederland hier kwamen en regeerden. zoals Simon van der Stel. op een manier dat je als je er de archieven in duikt. denk je: ja, dit klopt niet. Maar die kwamen hier allemaal aan. Dat bleef een soort handelspost. En op een gegeven moment waren er een soort vrijdenkers die trokken het land in. Uh, he, die, die boeren die eigenlijk niet meer onder de VOC wilden opereren... en later niet onder de Engelsen. En dan ontstaat er een land waar eigenlijk nooit oorlog was. He? Eigenlijk 80 Mijn vrouw die is daar nog meer mee bezig geweest. 80 van de tijd waren er onderhandelingen... tussen Cosa Zulus, Zulus Afrikaners, Cosa Afrikaners... Endebeles, uh, uh, Matabeles en zo. En soms was er wel oorlog. Maar eigenlijk meestal... Bijvoorbeeld dus, uh, 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 wie nu heilig wordt verklaard, Shaka Zulu. Nou, die, daar zijn behoorlijke genocides in zijn naam uitgevoerd naar het noorden toe. Maar het is dus een, een, een geschiedenis van schuren, van culturen tegen elkaar. Er was ruimte tot rond 1850, 1880. Goud en diamant. Game over. Hmm. Toen kwamen, en dat was toen onder Engelse bewind, kregen we de, de, de Cecil Rhodes. Dat is ongelooflijk dat daar nog pleinen en zo naar nou vernoemd worden. Dat ja. is alsof we een soort de, de, de Wat heb je, de Rhodes Memorial, de ik nog langs. Ja, als je ziet wat die man uitgespookt heeft. en hoe dat opgecoverd wordt in de geschiedenis. Maar dat is het, dat is het, het traumapunt zeg maar, van het huidige Zuid-Afrika. Uh, uh, goud en diamant, greed, hebzucht. En dat heeft voor de rest de geschiedenis van dat land bepaald in al zijn verschrikking. Mm -hmm. Want alles wat daarna gebeurd is, is daaraan vast te binden. Dat is de macht van multinationals die politieke systemen manipuleren. Bang zijn voor nationalisatie, ook onder het ANC. Het ANC heeft zich volstrekt laten uitkopen door. Uh, dat is ook bewezen door onderzoeksjournalisten. En dat is tragisch. Weet je, want eigenlijk het idee van dit land. En wat, wat, wat je voelt, en dat heb jij ook, uh, denk ik. Alles in dit land uh, is, heeft potentie. Mm -hmm. Het zit onder de grond, in mineralen, maar de mensen ook. Die geweldige combinatie hier in Kaapstad van al die culturen die hier ooit gepasseerd zijn. De, de wezenlijke multiculturele culturele samenleving, die is hier nooit besproken, want die was hier gewoon. Met al het schuren van dien, maar hier wonen al 400 jaar mensen naast elkaar met verschillende religies en kleuren. En dan komt er van bovenaf een macht die belangen heeft en die verdeelt een eerst. Hmm. En die zet mensen tegen elkaar op in de godsdienst of kleur, maar eigenlijk, ja, dat is triest. Het is wel echt wel, als je, als je daar goed over nadenkt, dat is wel mooi dat je, die, dat je dat verband eigenlijk legt met de VOC, want dat was natuurlijk destijds eigenlijk het grootste bedrijf ter wereld. Ja. <tosses> Zo powerful, zoveel macht eigenlijk al hebben, alleen omdat ze inderdaad een bedrijf waren. Ja. En, en eigenlijk is er gewoon door de jaren heen, ook al is de VOC er niet meer, niks veranderd. Want het zijn gewoon nog steeds de multinationals die overal aan de tuitjes trekken. Ja. Um, en, en die wereldwijd hun tentakels, zeg maar, overal in hebben zitten. Dat was het VOC WOC 66 precies hetzelfde. Ja, en het fascinerende vind ik wel. Weet je, ik bedoel, dat in die hele discussie daarover. dat mensen soms denken, ja, daar zitten. Uh, 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 ik ben totaal geen complotte denker in de zin van dat ik geloof dat het allemaal samenhangt. Ik las laatst bij Matthias de Smet, vond ik ook mooi in dat boek, dat zijn, het is vaak veel meer een beweging. Hij noemt dat zo een mechanische beweging, hè, van dat, dat wij steeds mechanischer worden gemaakt als mensen. Dat dat meer een soort tijdstroom is. En wij voelen gewoon, tenminste dat voel ik, tegen de stroom in nu. Want ik wil een mens zijn. Ik wil niet deel zijn van een systeem wat bepaalt. Uh, hoe en wat en wie ik zou moeten zijn als een soort radartje in dat werk. Want dan ben ik als liedjeschrijver ook echt klootloos aan natuurlijk. Dan ga ik gewoon een, een soort systeempje... dat bestaat in de muziek ook, bepaalde akkoorden langs elkaar. Dat zeggen ze ook op internet. You can make a hit song, weet je. En dan doe je die akkoorden. Maar dat heeft geen zegging. Bij als mensen... Er zit een... een dat jongetje in ons, of die primal scream, die moet eruit. En, um, en het fascinerende vind ik dat ik... Dus dat is van alle tijden, die, die, die multinationals tijdens het kolonialisme, ook in de 19e eeuw. En het zijn dikwijls ook nog bewegingen die uh, nog steeds ook die verankers hebben in die tijden. Hè? Uh, en dat moeten wij als mensen ontmantelen. Want het is niet goed. Ik geloof veel meer in samenlevingen uh, die uh, vanuit een kleine. Uh, hoe groter het organisme, mm -hmm. hoe. hoe hoe moeilijker het wordt om het te beheren. He, pak in de, wat fascinerend is, in de 15e eeuw in, in, Vla, in Vlaanderen, en dat was toen het centrum van de wereld, samen met Noord-Italië, zeg maar. Uh, als een stadsbestuur er een potje van maakte, dan lagen ze maar ten klakken buiten, op zo'n Vlaams gezegd. Je kunt ons kloottenkussen eruit en ze stuurden gewoon die burgermen en schopten ze letterlijk uit de poort in Gent of Brugge. <laughs> He, als ze er... En omdat onze organismen te groot zijn geworden, is de afstand naar boven toe. Veel te groot, waardoor wij als burger eigenlijk niet meer. Uh, uh, ja, ik bedoel, als wij stemmen. dan mogen we één keer ons mond open doen en that's it. Ja. En daarna pakken die bewegingen weer over. Maar ik geloof niet dat daar een dat, dat iets georchestreerd is. Ik denk juist, dat is nog het meest triestige, dat de meeste politici. als ik daarnaar kijk en denk ik: Who the fuck are you eigenlijk? Wat denk je nou echt? Wat voel je? Zeg maar eens wat je voelt. Het zijn soort. Uh, vergeleken met toen ik uh, 18, 19 was, waren er nog gepassioneerde mensen in de politiek. Zoals een Joop Den Nuil of zelfs een Van Acht, waar ik het niet mee eens was. Maar, maar nu heb ik zoiets: dit is allemaal. Het is uh, door je vissen waar je zit te kijken. Robots. Ja, en, en dat heeft daarmee te maken. Weet je, dat hoe um, moet je dat zeggen? De, de, uh, dat die stroom van tijd waarin wij nu zitten. Wat Matthias de Smet een beetje beschrijft binnen de wetenschap, dat soort mechanische denken. Mm. En denken dat we alles kunnen uh, empirisch, hè, zoals ze dat in de wetenschap noemen, kunnen, uh, uh, kunnen verklaren. door er een, een, een mathematisch... Uh, uh, statistieken is, bijvoorbeeld zoiets. Het is totale flauwekul ja. hè, hoe je die kunt interpreteren. Maar alles wordt zo in, in kaart gebracht. Er wordt een plaatje gemaakt. En. Um, uh, en, die, en de, de, ik denk niet dat daar multinationals zo zijn. Zelfs zo'n Bill Gates niet. Of zo'n uh, Elon Musk. Die, die, die hebben heel veel invloed. Maar het gevaarlijkste is... dat eigenlijk niemand die stroom van de tijd in de, in de peiling heeft. Zij zelf ook niet. Ze zien niet dat ze de wereld naar de kloot aan het helpen zijn. Nee? Nou, denk nee, je echt? Dat denk ik, ja. Dat is nog het gevaarlijkste. Heb je maar iemand die echt bewust... Ik heb liever iemand die bewust een, een genocide toepast... dan iemand die het ook nog verantwoordt als een soort ding... ja, maar dit moeten we nu echt doen, want anders uh, uh, is het slecht voor de wereld. Want ik zo verkopen ze het eigenlijk. Nou, zeker. Maar ik denk wel dat... Ik, ik denk, dat, voor, ik denk dat, dat wat Matthias zegt, wat jij nu net ook omschrijft... ik denk dat dat voor het gros wel echt geldt. Dat is uh, echt evil. Dat nee, nee, nee. Evil... Ik, denk, ik, denk dat zij, ik denk wel dat het gros inderdaad een beweging is en het zelf niet echt doorheeft dat ze de wereld naar de kloot helpen, zoals je net zei. Ja. Ik denk dat dat voor het gros geldt dat, denk ik. Ja. Maar ik denk wel dat ik. Ja, ja, gaan we niet, ik. Ik geloof er geen reet van dat Bill Gates het zeg maar niet doorheeft... dat hij de wereld naar de klote helpt. En dat hij zeg maar la, op z, laten we op z'n op zijn min zeggen dat hij zijn eigen zak aan het vullen is. Dat hij daar niet weet dat hij zijn eigen zak aan het vullen is door de wereld naar de klote te helpen. Ik denk dat dat soort mensen, Joren, zo ver van huis is dat ze dat niet meer beseffen. Dat is nog. Daarom bedoel ik, dat is nog het is nog veel gevaarlijker, eigenlijk. Ik heb liever iemand die, die het bewust doet, ja. dan iemand die het... Ik denk dat die, uh, wat is het, Bill Hicks, die op een gegeven moment... een geweldige stand-up comedian, hè, die zegt... I, I guess you guys you sleep like little babies. En dan heeft hij het over mensen die marketing ondersteunen... om arsenicum aan baby's te verkopen. Hij maakt er een heel waanzinnig verhaal van. Maar ik denk echt dat die mensen, en dat zie je in mijn wereld ook... laat ik het maar gewoon eens naar mijn wereld toe brengen... dat Roem kan mensen volstrekt... Uh, Verdoven. Ja? Ja. Dat je denkt echt van dat de wereld rond jou draait. Mm. Dat je je gedrag kunt veroorloven uh, wat helemaal niet meer strookt met je eigen menselijkheid. Zie je dat veel? Kan je dat in je, in je omgeving en zo in het wereld ja, dus herkennen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, in elk land heeft ze Michael Jacksons die op een gegeven moment in een soort fantasiewereld beginnen te leven en eigenlijk, eigenlijk psychiatrische patiënten zijn geworden. Je moet iets hebben in je leven wat je altijd verbindt met de werkelijkheid. Meryl Streep die zei: als je de prijs van brood niet meer kent, dan leef je niet meer. En een heleboel mensen hebben dat niet meer. Dat zie je bij hele rijke mensen die. En ik denk bij zo'n Bill Gates ook. Ik denk dat het gevaarlijke is dat hij echt denkt dat hij goede dingen doet voor de wereld. Dat hij dacht dat hij Mozambique van de malaria moest verlossen. Hè? Want die, moeten, die hebben ook nog, er is een soort, ergens nog een echo van moralisme waarschijnlijk. Alsof ze nog in de kerk hebben gezeten vroeger, die dat moet verantwoorden. En ze gaan het geloven. Laat ons eerlijk zijn. Ik bedoel, jij komt uit de dans ik kom uit, uh, uit uh, zeg maar de kleinkunst. De extremen zijn de verschillen niet mogelijk, maar we komen alle twee uit de muziek. Hoeveel mensen hebben wij al in de muziek gezien. Die, omdat het ook gezegd wordt: hé, hey, jij moet er wel in geloven, jongen. Jij bent Godverdomme de beste jongen. En hè, als jij er niet in gelooft. En dan ga je dan op een gegeven moment. krijg je een soort idee fix. En je wordt je masker. Een Godcomplex eigenlijk. Ja. <clears throat> dus ik, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. Dus ik, want, maar dat, ik wil die twee dingen van elkaar scheiden, omdat hij komt er gemakkelijk vanaf, dat soort jongens, als, als een Gates. Uh, door hem um, door te zeggen dat hij het bewust doet. Ik denk het is nog veel gevaarlijker. Hij kan het voor zichzelf verantwoorden. En, en moreel gezien ook. En dat zijn de grootste smeerlappen in de wereldgeschiedenis geweest. Die ja. er nog, dat is de Robespierre. Weet je, zo die op een gegeven moment zegt: hé hey jongens. We moeten hier echt schoonmaken bij de Franse revolutie. Uh, en en uh, begonnen als een idealist. Ik heb er een nummer over geschreven. Dat ga ik ook nog uitbrengen zo. Uh, uh, Vrijheid, gelijkheid, broeders voor altijd, heet dat. En tegelijkertijd er een potje van maken. En hij, ook in zijn brieven, geloofde echt dat hij, dat hij de revolutie een, een, een dienst bewees. Terwijl dat was, ze noemen dat dan de, de, hoe noemen dat, de terreurjaren van de Franse Revolutie. Begonnen als een geweldig groot feest van vrijheid en geëindigd in een bloedbad. Hmm. Dat is de werkelijkheid van de geschiedenis vaak. En als je zijn leven van Robespierre, geboren in Arras, volgt, dan zie je hetzelfde als bij veel van die mensen totaal de plot verloren op een gegeven moment. Mm. Maar echt nog denken: ik ben goed bezig. Heb je eigenlijk altijd ben je altijd zo uh, onderzoekend geweest naar dit soort? Uh, ja. De, ja. Maar ook, maar het is niet alleen onderzoekend zelfs. Je bent ook. Je, je, je zet het vervolgens ook om in je creatieproces. Dus zeg maar, het is, het is niet alleen dat je het onderzoekt, maar het, het komt ook nog binnen of zo. Ja, want ik vind zo'n figuur als Robespierre ontroerend. Ik zou, bij Bill Gates vind ik het niet zo fascinerend. Ik vind het een glad Johannes. En ik heb bij dat soort mensen. Ik ben geboren in een, uh, uh, in een nest van textielarbeiders aan de ene kant en onderwijzers aan de andere kant. Dus hier zit misschien een beetje een onderwijzer nu. Maar mijn opa Bos. Uh, was een geweldige man, die had de lagere school niet afgemaakt... maar had een soort kruif intelligentie. En die zegt op een gegeven moment over politici, uh, Stef... Uh, werd 98, zo'n mooie man. Dan zei hij van, als je ze wilt inschatten... kijk naar de televisie, doe het geluid uit. Kijk heel goed naar hun mimiek. En vraag jezelf één vraag, zou ik er een stofzuiger van kopen? <laughs> nou, is dan is tukken. alle psychologie, kunnen ze allemaal aan de kant gooien... He? Dat is zo. zo moeten wij leren kijken ook in deze tijd. Ik heb het, het tijdens corona gedaan, want ik had uh, uh, ik zat niet extreem in een een of ander kamp, maar ik voelde gewoon als er geen vragen meer gesteld mogen worden, als er maar één verhaal dominant wordt, dan ben ik niet meer thuis, want ik kom uit de protestantse hoek en dan moet je leren protesteren. Zei mijn vader vroeger altijd. Dat mag je nooit, mag nooit zomaar aanvaarden wat er wordt gezegd. En uh, en toen heb ik met, met een vriend van mij, acteur, euh, met Peter van het begin, deden we dat vaak, persconferenties tijdens corona, gewoon ook voor de lol geluid uit. Nou, en dan gewoon met z'n tweeën van, maar, dan hoor je niet wat mensen zeggen, maar je ziet wat ze zeggen. Dus je ziet bijvoorbeeld de, de onzekerheid van, van de, de communicatie tussen de ogen en de mond. Fascinerend om te zien. Ook bij foto's. Bij mezelf ook. Als ik mezelf recht op een foto zie. de links-rechtse kant. plus hoe je mond zich verhoudt met je ogen. dan weet je vaak heel snel van. is Bos thuis of is hij niet thuis? Nee. Is hij nu een spelletje aan het spelen of niet? En dat kun je bij anderen ook toepassen. En dan leer je bijvoorbeeld bij dat soort gasten. zeker bij mensen die in functie zijn om te bepalen. hoe de wereld in elkaar zit. Ja, ik denk dat Harry Mulli dat al deed met Eigman in dat boekje van hem over het proces van Eigman, die begon een, een foto van Eigman te analyseren op links-rechts. Fascinerend. En wij moeten leren kijken, wij moeten weer leren kijken als dieren. Hmm. Echt op ons gevoel. Ik, ik, en ik ben nog een jongen die vraag me aan mijn vrouw, die misschien dikwijls te veel in mijn hoofd zit. Maar op de beste momenten in mijn leven, uh, dat is vaak op een podium, ben ik een dier. Mm -hmm. Ben ik gewoon. En kijk en, en zing. En, en de beste dingen, zinnen die ik geschreven heb, heb ik niet verzonnen hoor. Die, die verzinnen mij. Nou, ik wou net zeggen, jij zegt, het verbaast me eigenlijk dat je zegt dat je het gevoel hebt dat je nog veel in je hoofd zit. Want als je naar je muziek luistert, zeg maar, dat zijn volgens mij uh, niet echt dingen die je maakt vanuit je hoofd, toch? Dat zijn dat. Kijk, wat ik denk is, want als ik, ik heb natuurlijk aangekondigd dat ik hier naartoe ging. En dan ja. reageren mensen, oh Stef Pols. En dan kan je een beetje door de reacties heen. En dan, dan krijg je een beetje het gevoel wat mensen dan voor gevoel bij jou hebben, zeg maar. En ik denk dat veel mensen gewoon echt geraakt worden door, door, het, door hetgeen wat jij maakt. Hmm. Ik denk dat dat als um, kunstenaar, ik zou geen artiest zeggen. Want ja. net hoorde ik je het zeggen. Oké, okay, geen artiest zeggen, kunstenaar. Ik denk als kunstenaar is dat, dat mensen. ze zeggen dat in Afrikaans, hè? In Afrika, Zuid-Afrika, jij zingers, jij kunstenaar. Oh ja, ja. Dat vond ik zo mooi. Ja. ja. dat is het misschien ook wel. Ja. Maar dat je als, uh, dat is volgens mij is dat een van de grootste complimenten die je kunt krijgen als, als, als kunstenaar, dat je mensen weet te raken. En ik denk dat dat, dat maakt ook, of je weet je, als je iets echt maakt vanuit, vanuit een mooie plek of vanuit vanuit een gevoelslaag, laat ik het zo zeggen, dan raak je dus ook automatisch andere mensen wat het dan ook is, of de schilderij of uh, een liedje of, of misschien wel iets als een podcast... is ja, dat als de woorden uit de gevoelslaag komen... dan raak je mensen. Dus voor mij, dat is eigenlijk waar ik naartoe wilde... voor mij, voor mij voelt het juist dat hetgeen wat jij creëert... heel erg uit de gevoelslaag komt. Dat kan bijna niet anders als je zoveel mensen ook weet te raken... op een gevoelige plek. Well, dan komen we op de vraag waar ik op dit moment... in mijn leven heel sterk mee bezig ben. Wie ben ik echt? Hmm. En weet je wat er gebeurt als ik, uh, als ik iets maak... Dan word ik geraakt door iets. En dat geraakt zijn geef ik door. Dus daardoor denken mensen dat ik een, een hele gevoelige jongen ben. En dat ben ik voor een deel ook. Want ik sta open. Ik, bedoel, ik zou net zo graag dit gesprek willen uh, uh, omdraaien. En gewoon de hele tijd jouw uh, vragen stellen. Zoals je net deed al. Ja, Voordat de camera's aangingen. Om, omdat ik, ik weet dat is mijn functie op deze planeet. Zolang ik hier rondloop. Ik geef dingen door. That's it. En it's not about me. Uh, ik ben een. Uh, dan zeggen mensen. Ja, ja, het is een verhalenverteller. Ja, dat geloof ik ook wel. Bedoel, maar die verhalen verzin ik niet. Die komen gewoon tot mij. Dat is letterlijk met, met mijn drie kinderen naar Parijs gaan. En uh, gelukkig maar een uur in Disneyland hebben moeten spenderen. Want ik haat dat. En de <laughs> rijen waren zo lang dat ze mij smeekten om weer weg te gaan. En ik zeg, yo dus we hebben een uur in Disneyland geweest. Ik was er zo trots op op mijn kinderen. En dan naar het Louvre en een beeld zien dat we voor de Mona Lisa staan. Dat is een heel verhaal, maar ik hou het heel kort. We staan uiteindelijk voor de Mona Lisa na, na verschillende wachtrijen. En wat zie ik? Dat wil je ook in de rij staan. Ja, neem maar dat aan het einde van die rij mag je vijf seconden één en één met het lachende meisje. Maar ik kijk naar links en mijn kinderen, die waren getraumatiseerd door Disneyland, want die rijen waren daar vier uur. Dus je zei papa en ik zeg, nee, nee, we, gaan, we lopen er gewoon langs en dan kun je schuin perfecte Mona Lisa zien. En toen keek ik iets verder naar links en toen zie ik het volgende. Mensen keken niet naar de Mona Lisa als ze de kans hadden, die draaiden de rug naar de Mona Lisa. Dan ging selfie. En dan namen we een selfie. En ik zeg tegen mijn kinderen: die Mona Lisa is top. Ik vind he, zo Leonardo da Vinci te gek, fascinerende figuur. Maar dit beeld mag je ook nooit meer vergeten. Want dit zijn wij, en papa ook, en jullie ook. En wij maken onszelf belangrijker dan de Mona Lisa. Terwijl we denken: kijk naar het schilderij, onthoud het, voel het, proef het. En om terug te komen, dat zijn de momenten die, dan word ik geraakt, dan zie ik iets. En dat gaat vroeg of laat ergens in terugkomen, omdat ik, ik betrapte mezelf daar ook en ik betrapte de hele mensheid en, en onze tijd op een soort ziekte waardoor we fucking eenzaam zijn allemaal. Mm -hmm. en, en de afgelopen jaren. We, we leven in een interessante tijd nu hoor. Want we, we zitten in een cartages. en dat weet iedereen die zo'n gesprek ook volgt. De, de beste momenten achteraf gezien in je leven zijn de momenten dat je op je bek ging. Mm -hmm. Maar om terug te komen, ik weet niet of ik zo uh, in hetgeen wat ik doe, geef ik dat door. Maar. Het is mooi. Ik ben wat je zelf zegt, ook een beetje lost daarin, omdat ik, ik voel dat ik dat kan en dat dat mijn bestaansrecht ook voor een deel is. Maar ik heb nog. Ik heb de afgelopen 15 jaar uh, echt naar mijn kinderen moeten kijken en dat ik ze echt leer zien. Mm. Dat ik niet alleen maar een vader ben die alles regelt. En laatst zat ik bij Jochem Meijer. Eh, met, met de oudste bij ons in de zaal. En kijk ik zo in het donker. Eh, terwijl Jochem bezig is op dat podium. Kijk ik eventjes naar hem. En zit ik, betrap ik me eens op. Maar ken ik hem wel? Kent hij mij? En wie zijn wij met z'n tweeën eigenlijk? Maar dat zijn fantastisch mooie vragen. Mm. Waar ik, maar dan. eigenlijk zit ik bijna met tranen in mijn ogen. Mm. Omdat ik voel. Uh, zo wie. Ja, nou, Stef, allemaal mooi, weet je, en liedjes en dingen. En, en uh, ik doe dat verschrikkelijk graag. Maar degene die echt tegenover jou zit, beweert nu wel allerlei dingen... over de geschiedenis van dit land en zo. Maar is eigenlijk... Uh, uh, ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, ik ben niemand. Maar in de positieve zin ook, hè. Mm -hmm. En ik moet nog iemand worden, dus er ligt nog wel een weg uh, voor mij open... Ik, ik vind het. Uh, het is, hier we zijn net het woordje nederigheid. En dat is een. Om even weer de brug naar Zuid-Afrika te maken. Maar dat is een, een woord wat ik sinds een week of zo. Wat heel erg in mijn, in mijn hoofd speelt. Omdat ik. En dat is zo grappig hoe iedereen dat op een andere manier weer ervaart. Maar we hadden het net het voorgesprek al even over Zuid-Afrika is natuurlijk zo divers. En wat je hier natuurlijk van vroeger had en helaas niet meer echt echt in het wild, maar dus gelukkig zijn er hele mooie parken die nog steeds zorgen dat hier wildlife zoals het ooit was echt mm. nog kan leven. En wij stonden, um, uh, we deden, we deden ja met een jeep reden we reden door dat park heen en um, we kwamen bij een uh, een kudde uh, olifant terecht. En het is het is wel een leuk verhaal, het was echt super spannend. Ik heb het gedeeld op mijn social media ook. Achter ons, opgeet, we kwamen daar en er kwam een grote het stond voor ons. En nou, dan moesten we dus stilstaan en we stonden op een weg. En tussen allemaal bossen en bomen waren veertig olifanten. En achter ons kwamen twee baby's te staan. En die moeder kwam er dus heel snel bij. En die ging eventjes ervoor staan en zorgen dat we niet, nou ja, bij de baby's kwamen. Een uh, uh, goed, goed recht ook om dat te doen. En voor ons kwam het, uh, de mail zeg maar, de grote baas van de kudde te staan. Echt, ik heb nog nooit zo'n grote olifant gezien. Die jorren, eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. <laughs> Um, en die kwam, die kwam voor ons neus te staan. En dat, dat is al iets waardoor je een soort van nederig kunt voelen. Maar op een gegeven moment kwam hij steeds dichter naar de auto. En was hij ons een beetje aan het testen. En Power. slurf op de, op de motorkap leggen. En echt een beetje kijken, nou, wat gebeurt er? Ik ben wel de big boss, dus dat wil ik wel even laten zien. En die moeder achter ons, die kwam een beetje naar ons toe om te dreigen: van weg bij mijn kinderen. Dus op een gegeven moment zit je gewoon in een situatie. En besef je gewoon, als deze twee olifanten nu besluiten ja, dat, dat ja, ja. het klaar is met ons, is het direct afgelopen. Klaar. Ja. Nou, later, nou, uiteindelijk was wat ik ook heel mooi vond als een ranger ging echt praten met die olifant. Van joh, het is oké, okay, we zijn oké. Okay, en als je ons of opzij laat, dan gaan we. Als je ons, ja, als je er opzij gaat, dan gaan we er voorbij. Elephant Whisperer. Eigenlijk wel. En die olifant stapt opzij we reden langs. En het was weer oké. Okay, en later kom je nog een, een leeuw tegen. Nou ja, maar wat mij eigenlijk sinds dat moment, misschien niet alleen sinds dat moment, maar vooral wel dat moment heeft me wel echt doen nadenken: van joh, wij als mens denken zo. Dat wij geweldig zijn eigenlijk. En dat we zetten onszelf naast de natuur, boven de natuur. Weet je wel, het is, het is, Ik moest eraan denken omdat jij dat net ook zei. Weet je, we maken onszelf zo belangrijk. Ja. Maar ga jij terug in die natuur en ga je voor die in die olifantkudde je begeven, dan ken je je plek weer eventjes en dan voel je van, oh, maar wij zijn net zo hard onderdeel van de natuur als deze dieren. zijn sterker nog als wij met hen. Weet je al? Dan zijn we een, 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 een stapje lager ook nog eens ja. dan dat zij zijn. En toen dacht ik, ja, we hebben onszelf volgens mij weer echt een stuk nederiger op te stellen naar dit hele speelveld waar we ons ons begeven. Weet ja. En, en wij hebben een vreemde connotatie met het woord nederigheid, want dat zien wij als, uh, daar zeker in, hè, in de muziek, van uh, de Groot die zei, die produceerde mijn tweede plaats, Steffi moet wat arroganter worden, terwijl hij, dat is ook het mooie, ik, ik heb hem heel erg graag, hij is juist ook een, 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 een soort interessante niemand zo hè. En met alles wat hij heeft gedaan. Dus zo, dingen staan zo in functie van de song bij hem. En hoe goede componist dat dat is. Maar ik begreep wel wat hij bedoelde. Maar dan kom je erachter naar je veertigste. Stit je in de kathedraal van Antwerpen. Had ik precies dat gevoel wat jij met die olifant had. Dan kijk je om je heen. En je denkt: Oké, okay, dit gebouw hebben mensen gebouwd over drie, vierhonderd jaar. Ja. Dus generaties lang hebben mensen nooit geweten: we gaan hem afzien. Maar een deel gebouwd. En dan denken op een dag. staat er hier iets geweldigs. He? Dat is echt een waanzinnig mooi middeleeuws denken. Zo van de kathedralenbouwers. En dan zit je in zo'n zaal. En dan opeens komt er een zin uit de lucht vallen. Hoe kleiner je bent, hoe groter de ruimte. En dat beseffen wij niet. Uit ons westerse denken. Zeker sinds de verlichting. is de mens inderdaad heel erg centraal komen te staan. Terwijl, en dat is zo mooi. Dus die man die praat met die olifanten. En dat kun je, dat geloof ik. Ik ben nog niet gespecialiseerd. Maar ik geloof er steeds meer in. dat wij deel zijn van een groter geheel. En Johan, als we dat beseffen. en ook kunnen waarmaken en voelen. kunnen we nog gelukkig worden ook. Mm. En niet het soort geluk wat je kunt kopen in de mediamarkt. of wat je instant geluk. wat je door kiks of zo krijgt. maar een soort bewustzijn van: ik mag er zijn, want. Ik ben onderdeel van alles. Ik adem lucht in. Het boek Wij zijn ons brein, hè, van uh, dingen, vond ik fascinerend. Maar de enige vraag die niet gesteld werd in het boek... wat is het brein van ons brein? Ons brein houdt hier niet op. Het is niet dat schedeldak. Wij ademen lucht in. Dus we zijn verbonden met lucht, met licht, met dingen. Het is zo raar. Alsof wij blaadjes aan een boom zijn... die, zeggen, die denken dat wij de boom zijn. Ja. Terwijl er zijn wortels, er zijn takken, er is van alles. En als, we, als je dat beseft, ook in, zeker in wat ik doe, in het creatieve, is uh, uh, ja, nederigheid is een mooi woord. Want als je dat bent, als je niemand kunt zijn, kun je iemand worden. Maar als je denkt dat je iemand bent, nou, ben je eigenlijk al op zijn Vlaams gezegd geschageld. Dan heb je jezelf in de luren gelegd. Dan ben je op het eindpunt en heb je het antwoord en dan stel je de vraag niet meer. Nee. En dan ga je dat ook wat je denkt te zijn met hand tot hand verdedigen. Ja. En kan je dus ook niet meer openstaan voor dingen die afwijken van het beeld wat je van jezelf hebt opgebouwd. Ja. Ik denk dat dat ook wel, als je dit zo zegt, misschien wel een van de grootste redenen is waarom. En ik hoef niet heel te al de afgelopen drie jaar te hebben, want volgens mij is daar wel zoveel over gezegd, inmiddels al. Maar dat dat toch wel een van de redenen is dat zoveel mensen ook gewoon wel heel graag wilden meegaan in bijvoorbeeld het coronanarratief. Omdat het. Daarvan afstappen, moet je dus misschien afstappen van een het hele Ja. Moet je een heleboel dingen af gaan vragen. En dus ook, en in essentie dus misschien wel ook gaan nadenken over jezelf. Ja. En, en moet je dat misschien wel los durven te laten? Laat ik het zo zeggen voor mezelf: ik heb echt wel uh, in dat proces van die coronaperiode heel veel dingen van mezelf losgelaten waarvan ik dacht dat ik dat was. Hmm. Maar als jij zo. Uh, bijna gehecht bent aan het beeld wie jij zelf denkt te zijn, en dat niet meer naar naar durft te kijken, dan, dan, dan moet je het blijven verdedigen, natuurlijk. Ja. En dan ja, anders, je ook niet meer besta je, anders besta je niet meer, maar wij, wij mogen niet weten. Weet je, en dat is natuurlijk. Uh, uh, we, we hebben onze, onze spirituele kant uh, een beetje als kind met het badwater weggegooid van de religie. Uh, terwijl. Het is zo belangrijk dat je als je s'nachts naar de sterren kijkt en de eindeloosheid van het heelal ziet. Uh, en en weet dat ons brein ook een heelal is. En dat er mensen kunnen zijn die daar misschien wel wat van afweten. Maar dat we tegelijkertijd weten dat het niet weten het begin is van elke wetenschap. Hmm. Weet je, dat daar, daar ligt de ruimte. Dus, dus eigenlijk op voorhand al uh, dat willen bewijzen van dingen en waarheid willen poneren. Uh, dat flink uit kunnen lachen, ook bij tijd en wijle. Ik vind hmm. wetenschap heel fascinerend. Maar ik kom met het ouder worden steeds meer erachter dat mijn eigen weten zeer beperkt is. en dat ik eigenlijk vaar op intuïtie. En als ik muziek maak en zing en, en ik kan alles. In de muziek is het wordt er tegenwoordig heel veel strategisch door de sociale media. Ah, je moet dat doen en je moet dan posten in de ochtend. Want dan gebeurt er dat en dan gebeurt er dat. Terwijl ik denk, nee, het gebeurt nog steeds. Zoals met Door de Wind een paar jaar geleden. Een toevalstreffer. Sanne, die zingt een heel oud liedje van mij. Uit, zijn, uit de kerkers van, van de krochten en de, en, de, en, de, en de kelders van zijn bestaan. Waarom? Omdat het herfst was, en omdat iedereen in midden in die coronatijd zich zwaar kloten voelde. En opeens komt er een liedje. En op de een of andere manier triggert dat iets, maar het had ook iets anders kunnen zijn. En dat toeval. En die, die, wat, wat er ook gebeurt in zo'n met die olifanten, ik vind het fascinerend. Want je kunt, wij kunnen op dat moment denken van je rijdt in die game reserve. En uh, binnen ons denken is alles gereguleerd. Zeker in West-Europa. We hebben de maakbare samenleving, die echo's zijn er nog steeds. Alsof we anders alles onder controle hebben. Asielstromingen, dat we alles kunnen controleren. Forget it. Forget it, jongen. Er komt een tsunami aan. En ik moet mijn kinderen leren te improviseren voor de toekomst. Want alle systemen zijn gedoemd om een keer onderuit te gaan. Dat is het geluk ook. En die olifanten die daar staan. Ik vind dat een goed voorbeeld. Uh, dan denk je van. Als je gewend bent televisie te kijken. Nou, ik ga even koffie en een biertje halen uit de dingen. En dan kijken of die olifanten er nog staan. Nee, die olifanten, het is real stuff. Die zijn er echt. En als die het in hun hoofd halen. En er niet zo'n olifantenfluisteraar bij zit. Als die op die baan afkomen. Dan zat hier geen. Uh, uh, Johan Luca meer. Punt. En die. Wij, wij worden. In West-Europa zijn we nauwelijks nog. Uh, en dat is Zuid-Afrika wel. De, je, dit is, uh, bedoel, je kunt naar een Game Reserve gaan, waar olifanten en leeuwen rondlopen. Maar uh, de echte Game Reserves, dat is het centrum van Johannesburg, dat is ook een wilde uh, dingen. Daar voel je een intensiteit aan leven. Misschien is dat wat dit land mij laat voelen. Uh, je bent niet veilig. En aan de andere kant ook wel. Ja. Hier moet je je angst recht onder, eh, onder ogen zien. Niet alleen voor een olifant, maar ook voor het, het toeval wat kan gebeuren. Maar wie Zuid-Afrika kent, heeft een heel veel gevoel: ik leef. Is het echt? Is dat het? Ja, dit is de wereld in, in zakformaat. En, en je ziet alle lelijkheid en schoonheid hier door elkaar heen. En ik moest, moest denken, net toen je dat verhaal van die, uh, van die olifant vertelde. Wij waren met ons gezin een paar jaar geleden in de Serengeti. En ik heb altijd zoiets met die game reserves. Ja, ze stoppen zo'n leeuw, een of andere chip in zijn reet, weet je. En dan weten ze precies waar die loopt. En dan doen ze dan aan die toeristen. Zeggen ze, kijk eens, hier loopt een leeuw. Weet je, dus ik heb... Ik, ik ga liever Botswana of Zambia in en kom dan een olifant oh, tegen. Ja. Maar goed, uh, wij waren in de Serengeti. En dat, is al, dat viel mij wel op. En het was een tent, het kamp, dus een, een ding wat zich verplaatst. Dus niet in een lodge met een paar rijke Amerikanen en met goede vrienden van ons uit uh, West-Vlaanderen is een oogspecialist, Marnix Claes, en uh, die, die gaan daar met specialisten uit Gent opereren die uh, uh, gewoon in de bush mensen uh, aan hun ogen of een ding. Die doen dat per jaar drie weken voor hun eigen ervaring en omdat ze gewoon gepassioneerde mensen, topvolk. En we zitten daar en dat is een West-Vlaamelingi en die praten zo, dus de H wordt een H. En ja, en, Henty, en Brahe. En, uh, we staan daar aan een rivier. Op een gegeven moment. Twee, twee Landcruisers. En, uh, en we zijn aan het kijken, maar er gebeurt niks. En, en, uh, en ik zei, ja, laten we nou door. Hij zei, nee, we gaan een beetje wachten niet. We gaan een beetje wachten. Dat is ook mooi, hè? Dus dan leer je iets essentieel. Ik zei, hoe bedoel je? Hij moet wachten. Want de meeste mensen gaan zo'n dingen, die willen afvinken. De Big Five, hè? Die en die en die. Wachten, wachten daar 20 minuten, 30 minuten. Opeens komt er een zebra aan. Naar die rivier. Hij zegt: Nou, nou, er iets gebeuren niet? Houdt iets gebeuren. zeg: Maar wat nou maar niks? We staan hier al een half uur te wachten. wachten. En op een gegeven moment, wat gebeurt er? Had het ongelooflijk goed aanzien. Wij willen natuurlijk alles op bestelling hebben. Hè? Is het niet via bol.com of via een Zuid-Afrika tekenlot? Maar ook onze levenservaringen willen we het liefst op bestelling. Je gaat dan naar de Eftelingen, dan mag je dan in die achtbaan of in. Uh, dat vindt Geert Wilders altijd weer zo'n leuk ding, de droomvlucht. Maar dat is allemaal natuurlijk dikke bullshit. Dat is hartstikke leuk. Maar dat is niet de essentie van het leven. Want je moet in de rij staan voor eenzelfde ervaring. Met de mooie ervaringen, daar moet je voor wachten. En die krijg je niet op bestelling. Dus we staan daar een uurtje later. Die zebra begint te bewegen. Maar dan zie je, en dat ken ik nog van de toneelschool, we moesten naar de dierentuin om dieren te observeren, dan zie je het, het borstbeen omhoog. En het begint zo te. Die wordt bijna getriggerd. Alsof hij een, een, een stekker in zijn reet gedouwd heeft gekregen. Door die begint zo te bewegen. Ik denk, wat is dit nou? En opeens zie ik van over de heuvels, in de verte... komen opeens duizenden zebra's aan. En terwijl ik het zeg, ik kreeg, de, ik kreeg echt zoek... Kippenvel en ik, what the fuck. Dat was een migratie. En hij was een soort vooruitgestuurde pion. Moest zien, want in zo'n uh, rivier zitten waarschijnlijk krokodillen. Dus hij was een soort verkenner. Die, en hij begon te bewegen. Die zebra's komen eraan, en opeens zie ik de mens. Maar in de schoonheid, hè. Dus hij moest bepalen, hij was, of hij was de leader of de gang, een soort Mozes op weg naar het beloofde land of zoiets. Hij moest bepalen, oké. Okay. En toen kwamen we dichterbij, dichterbij. Nou, ik stond daar als naar een film te kijken, jongen. Je wow, wow, wow. En, en met tranen in mijn ogen, bijna zo van: Dit zijn wij, weet je? En wij zijn verbonden met elkaar, maar we zien het niet meer. We zitten veel te veel zitten weer in onze eigen bubbel. En er is iets groters, er is iets wat ons aanstuurt. Zo, ook met scholen vissen zie je dat ook, mm -hmm. die bijna als één lichaam bewegen. Nou, die olifanten die jij zag, daar, daar is ook, daar zit een, die hebben een verbinding met het leven. Met iets wat groter is dan hen, een mm -hmm. kracht, een qi noemen ze het in, de, in China. Dus die, die, die zebras komen dichterbij. En, uh, en op een gegeven moment beginnen die te dringen. Maar die hebben natuurlijk zoiets. Ja, er kunnen krokodillen in die rivier zitten. En die, die eerste zebra besluit: ik ga. En ze gingen allemaal. Maar niet in een soort verkeerd collectivisme. Dat was één organisme. Opeens zag ik het. Ik denk: mijn pa had gelijk. Weet je, wij zijn blaadjes aan een boom. En als wij denken dat we de boom zijn, dan heb je het verkeerd. Wij vallen, worden weer humus voor de boom om te groeien. En. Uh, en mijn pa zei dan, en dat is ook het goede: dan kom je terug op die nederigheid. Het gaat niet om de blaadjes, het gaat om de boom. De blaadjes vallen, maar de boom die blijft. En wij zijn deel van die energie, en dat zag je bij die zebra's. En dan kom ik thuis. En dat is niet een antwoord, maar dat is een heel diep gevoel van besef: van. Ja, ik, met wat ik ook doe, weet je, en, en hoeveel mensen er in de zaal zitten. Uh, dan, zijn er, zijn we, dan ben ik met het publiek in Carré of, of in, in een zaaltje van veertig man hier in Zuid-Afrika. Wij zijn die zebra's. Ja. En zolang ik maar niet denk dat ik een paard ben. Maar op dat moment ook een zebra, zijn we verbonden met elkaar. Ja. Denk je dat um, het zo mooi... Daarom vind ik dit soort gesprekken zo geniaal. Omdat het je gewoon echt gelijk aan het denken zet. En ook, denk, denk je dat... Um, dat we in, in bijvoorbeeld de westerse samenleving, hè, waar we alles zo overreguleren, dus waar alles tot van A tot Z helemaal overgereguleerd is. En je dus eigenlijk dus niet, omdat het zo weg is van, van dat grotere, van, van, mm. van de natuur, van hoe je het ook wil noemen, dat je, uh, dat je daardoor ook die ervaringen niet meer hebt. Niet zo ja. gauw in ieder geval. Want, want hier is het natuurlijk precies wat je zegt. Het is natuurlijk zo. Ja, het ligt een beetje aan waar je komt, maar je hebt zoveel meer kansen om dat soort ervaringen op te doen, omdat het leven niet zo overgereguleerd is en dus gewoon echter is. En ik denk als je dan dan ben je dus ook meer overgeleverd aan misschien wel je eigen natuur of het ervaren van dat geheel, waar je in een land als Nederland of België of nou, maar maakt niet zo uit, maar waar het zo overgereguleerd is, dat je gewoon eigenlijk helemaal geen bijna kans meer krijgt om in contact met die ja. natuur en het grote te komen. Ja, ik denk zeker, ja. Kijk, net toen we het over Zuid-Afrika hadden, dit land is natuurlijk. Uh, um, het past niet in ons Nederlands idee, omdat wij heel graag al, alles van de, van de Rainbow Nation uh, heilig wilden verklaren. En het leuke verhaal is: ik was ook met Frank Boeien hier in een project betrokken. Met, met verschillende mensen uit verschillende culturen. Dus Ray Peary, die gast die bij Paul Simon gitaar speelde, was daarbij betrokken. Koos Kombuis, David Kramer. Mensen van hier uit verschillende culturen. Drie weken in een huis met elkaar wonen. En schrijven. En dan een week spelen. En Ray Peary zit op een nacht met Boeien en met mij aan een tafel. Nou ja, dat is geen kleine jongen, weet je zo. Zo'n donkere stem. En wij zitten daar als twee politiek correcte Nederlanders bij elkaar uit de jaren zeventig, Frank en ik. En op een gegeven moment die donkere stem die kijkt naar ons en die zegt zo: De Rainbow Nation is bullshit. Maar ja, dat zegt iemand die mee op Graceland speelt, van Paul Simon. Wat de fuck? Weet je zo van: Dat was toch helemaal de gedachte, wij van Nederland, de Rainbow Nation, Mandela. We have to celebrate our differences. En dat moment dat veranderde er iets bij mij. Ik denk: fuck, weet je, wij zijn op zo'n verkeerd spoor. Omdat wij. En dat, dat, ik ben natuurlijk echt een kaaskop wat dat betreft. Dus ik herken het ook. Dat dingen willen controleren. En dingen uh, willen beheppen. En een antwoord hebben op vragen. Terwijl in dit land uh, is de afgelopen 40 jaar bewezen. dat dat antwoord is ook niet van de ANC is gekomen. En dat moeten wij als Nederlanders eens erkennen. En dat durven we niet, want dat past niet binnen onze kraam van politiek correct denken. En dat leer je hier af, politiek correct denken, sowieso in Afrika. Denken leer je al een beetje af, politiek correct denken is zinloos. Je moet kijken van wat is de werkelijkheid. En, uh, en met mensen praten op straat. Want de meeste correspondenten, daar, daar schrik ik van moet ik eerlijk zeggen. Als je een land goed kent, hoe ze heel erg nieuws masseren... Naar uh, wat de mensen in Nederland zouden willen horen. Dat we vooral niet te veel ontsteld raken over, over het beeld wat we zouden willen hebben. Want dan komt hetzelfde als wat tijdens corona gebeurde. Als je één ding in twijfel trekt, moet je misschien de rest van je ideeën ook in twijfel trekken. Hmm. Dus en ik kom hè, van de rand van de veluwe. Uh, op een gegeven moment wordt dat hele godsbeeld waar je mee bent grootgebracht wordt ontmanteld. Hè? En dan kun je twee dingen doen, of je kunt uh, bij de Bakwan gaan. En precies zo uh, extreem worden. als waar je tegen was toen je werd opgevoed in een christelijke kerk. Of je kunt denken: maar wat is essentieel eigenlijk? Wat kunnen we van de Bijbel wel bewaren? Want het is een mythologie. Ik, ik geloof niet in, in een God of zoiets. Ik geloof wel in een kracht. Die ons, dat, wat ik bij die zebra's heb gezien. Ik geloof dat, iets, dat er iets is waardoor ik ook zing en muziek maak. Want dan, dan, word, dan, dan kan ik echt goed zijn als ik. Als, als ik niet betrokken ben. He, dat klinkt een beetje raar. Maar goed, daar heb ik wel 60 jaar over gedaan. Om gewoon niemand te kunnen zijn. Zo. Maar dat, heeft bij mij, dat was bij mij ook. Toen moest ik alles in vraag stellen. Wat doe je dan als je in Utrecht gaat studeren? He, ga je dan helemaal tegen de kerk zijn? Ik denk nee, want ik heb daar hele interessante mensen op de kansel in staan. Iemand die een dag gauw had gezeten. en alleen maar liefde predikte. Waar ik ooit nog een documentaire over wil maken. Dominee Overduin. Dus denk je, maar dat moet ik wel houden. Want dat, is de, dat ging over veel meer dan uh, is Jezus Christus de Zoon van God. Kom aan, weet je, daar gaat het helemaal niet om. Dat is allemaal, dat is weer wetenschap. Daar wordt religie wetenschap en antwoorden. Nee, het gaat om iets anders. Het gaat om uh, uh, wat ik voel als ik muziek maak. En, en ook in ons gesprek, op de beste momenten, trigger jij mij... of ik, ik, ik gooi er bij jou iets in, waardoor wij gewoon twee mensen worden... Van verschillende generaties. De ene komt uit de dance van de origine en de andere is uh, een, een veredelde charmezanger. Hè, om, om mezelf maar even onder mijn reet te schoppen zo. Maar opeens is dat verschil er niet meer. En voel je een Serengeti-moment, zoals ik het noem. met die zebra's. Wat jij had met die olifanten. Dat je. nederig wordt en opeens. Uh, Voel je de verbinding met alles? Ja. Die intensiteit van leven, zo van ik leef. En de meeste, ik vond zo'n mooi reden. Ik zag een keer langs, in Rotterdam, langs de weg, de snelweg, een, een, een ding staan wat, ik, wat ze heel snel hebben weggehaald. Er stond iets in de zin, ik interpreteer het nu vrij: Ben je wel op weg naar waar je wilt zijn? Ja, dat moet je niet langs de weg in Nederland hangen, want dan gaat de meeste mensen gaan op je Stel die vraag maar eens aan jezelf. Elke ochtend ben ik wel op weg naar waar ik wil zijn. Fuck. Maar wat voor een geweldige wereld zouden we dan krijgen? Ja. Maar dat past niet in de kraam van de bedrijven die zeggen: je moet wel ja, om negen uur op je werk zijn, ja, want anders kunnen we echt niet werken. Ja. Dan zouden we een vrije mens krijgen. Ben je wel op de weg naar waar je wilt zijn? Ja, dat is een liedje wat ik nou moet gaan schrijven. Dus ja, vrolijk, ja, ja. ja, ja, ja. Maar bij deze is... spreker dat dan ook af. Hè? Ja, ik, ik weet niet of het op dat beeld stond ook, weet je, maar het, het ooit stond daar ook een, de, de zinnen van: Alles van waarde is weerloos van Luce Berre. Dat mm. stond langs de weg van een verzekeringsmaatschappij. Maar is het niet interessant? Want dit is dan gelijk, ik ging dan even zo, oké, okay, ik ging die vraag dan zo in twee seconden zo aan mezelf stellen. Um, maar en ik weet heel duidelijk mijn weg waar ik heen wil. Ja. Maar denk je niet dat het een heel juist dat een hele trekkerende vraag is in deze tijd, omdat denk ik al heel veel mensen eigenlijk nog niet eens weten waar ze heen willen, laten staan of ze dan kunnen toetsen of ze op weg, op daadwerkelijk wel op de weg daar naartoe zijn. Ja. Ja, maar dan dan, maar ja, dan krijg je wat je net zei. Op het moment als je die vraag durft te stellen, ik ook op dit moment. Ik bedoel, en ik denk iedereen. Dan dan dan. Uh... Kijk je misschien even in een zwart gat. Maar. Uh, ben, deze... uh, ben jij op de, op de weg van waar je uh, naartoe wil? Ik denk, ik heb wel de goede richting. Maar. Uh, ik ben op een leeftijd gekomen. dat de bestemming er niet meer toe doet. Dat is zelfs ook de dood is voor mij een. een en het dat klinkt dan misschien makkelijker dan dat het is. Omdat ik wel overtuigd ben dat, dat wij deel zijn van een grotere energie. Dus die boom die blijft. En. Ik heb mijn functie. Zo. Uh, maar een echte. Uh, ja, ik ben wel op weg naar waar ik wil zijn, denk ik. Ja. En dat is uiteindelijk oplossen in het grote niets, wat dan weer iets wordt. Maar. Uh, dat is niet meer een hele concrete uh, bestemming. Nee. Nee. Maar meer gewoon de richting volgen. En dit soort momenten meemaken waarbij ik voel zo van. Uh, uh, of alles wat ik zeg wel klopt, dat weet ik ook helemaal niet. Maar ik ga aan dan. Jij zei net iets in het voorgesprek wat ik echt heel tof vond. Over dat je, dat je nog steeds uh, elke dag eigenlijk leeft... Ik, 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 nu, correct me if I'm wrong, weet je, ja. maar nu, nu doe ik het even mijn eigen woorden. Maar nog leeft als een, als een jongen. Verwonderd. Ja. En, uh, en ik, ik dacht, die, die bleef me ook wel bij. Want ik kan dat ook wel heel erg hebben... Maar dat, je merkt, dus als je in een periode er niet lekker in zit, is dat ongeveer het eerste wat je verliest. Dat ja. vind ik het ergste om te zien bij mensen dat ze daar kwijt zijn. Dat je als je de kinderen naar school brengt in de ochtend, of het nou uh, uh, in de lage landen is of hier in Zuid-Afrika, zie ik een heleboel mensen vastgevangen in een beeld wat ze hebben van zichzelf, terwijl ik, ik, ik ben op dat moment ongeveer net zo oud als mijn kinderen. En zij moeten mij dan ook, uh, wat ik net zei, zo een beetje van papa, doe niet zo raar. Weet je, dan loop ik te zingen ergens. Terwijl ik helemaal niet zo'n zanger ben in het openbaar, eigenlijk. Maar ik vind, ik vind het heerlijk om, dan, dan lopen we hier naar school, uh, langs kloofnek naar beneden. En uh, nou, dan kom ik allerlei mensen tegen en zeg ik goeiemorgen. Maar dat doen. De, de Kinderen, ze klein zijn, doen dat sowieso altijd. Hè? Zo die jongste bij ons ook, die heeft dat heel lang gedaan. Zo, heel vriendelijk tegen iedereen. En ik, en ik, dat, dat, ik begin het zelfs steeds meer te voelen. Ik word steeds anarchistischer. Er zit iets... Ja, dat, dat jongetje in mij is op die deur aan het kloppen... van, hé, uh, hé, hey, hey, ik ben er ook nog. En ik heb ook mijn fases in mijn leven gehad... dat ik me veel te ernstig nam, weet je. ik ja. denk ik... Kom aan, ik, uh, ik zal het wel eens eventjes vertellen... terwijl ik denk, wat weet je nou eigenlijk, sukkel? Huh? En dat vind ik het te gek aan, aan, uh, aan... dit, aan wat jij doet. Uh, vandaar dat ik het ook... Weet je, dat ik graag een keer met je wou praten, omdat jouw vertrekpunt uh, is in alle breedte en met een heleboel verschillende soorten mensen vragen stellen. Hmm. Gewoon vragen stellen. Dat het is eigenlijk en, ook het, het jongetje in je een beetje naar boven laten. Tuurlijk, nieuwsgierigheid. Ja, precies. Is wat Matthias de Smet in het boek zegt inderdaad over wat wetenschap in. Dat moet gedreven zijn door nieuwsgierigheid, niet door Carrière te willen maken, zoals in muziek ook, dan ben je, je geschageld, dan ben je verloren. Als ik, ik moet niet bezig zijn met een, met, uh, ik denk hoe ga ik hier scoren, strategisch denken, dan, dan ga je helemaal tegen de essentie van muziek in. Muziek is een soort vertaling van een, hard, van een heartbeat. en van vrolijkheid en weemoed en, en allerlei soorten gevoelens die een rol spelen. Hmm. En dat jongetje. Uh, ja, dat is mijn drijfveer hoor. Dat is ook voor een zaal staan en in de coulissen zitten. En de laatste jaren, het is waarschijnlijk nog nooit zo voortvarend gegaan, maar daar ben, je, ben ik eigenlijk ook, dat klinkt, dat is echt zo, ben ik helemaal niet zo mee bezig. Maar dan zit er zo'n volle zaal, pakken in Carré of, of, of in Ahoy. Op een gegeven moment speelden we in die RTM steeds, waar jij ook denk ik geweest bent. En dan vraag ik me echt oprecht af in die coulissen: wat doen die mensen hier? En opeens denk ik, maar dan associeer ik het met mezelf. En toen denk ik, ja, maar ze komen om, omdat ze meegenomen wil worden in een verhaal. Maar er is wel een jongetje met ik, Wat doen die mensen hier? Echt hoor, oprecht. En, en dat is ook, daarom ga ik ook met heel veel liefde het podium op. Ik denk, die mensen zijn allemaal gekomen. Die hebben allemaal de auto gepakt naar dit punt om iets te horen. Ik zal godverdomme alles uit mijn lijf persen. Aan, uh, om, om een beetje een ster van het universum naar beneden te krijgen, zo mm. en dan wordt het leuk, weet je. Dan dan, 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 dan gaat het ook niet meer om mij, maar dan gaat het om al die zebra's bij elkaar. Ik heb, ik heb nu, nu dit zo zegt over de RTM, schoot me gelijk een moment te binnen toen wij daar inderdaad stonden. En uh, wat ook weer een beetje in dat zebra verhaal kracht bezet is, wat ik daar op een gegeven moment voelde in die RTM, dat was natuurlijk een gevoelige tijd hè? dat was net na. Uh, ja, eigenlijk de eerste twee maanden, zo'n paar maanden, zo dat die, dat die, dat die QR-codes en zo eraf waren. Oh nee, ja, het was net een paar maanden daarna, en het zou misschien weer terugkomen. maar Het was niet wel zo. En, en al die mensen zijn eigenlijk dus niet echt op grote schaal bij elkaar gekomen, totdat tot wij op een gegeven moment naar Ahoy gingen, naar 4000, 4.500 man bij elkaar brachten. En ik stond daar in die zaal, en het was volgens mij Karen Hamaker die, uh, die een speech deed en die, die mij heel erg raakte. Maar ik voel, ja, dat was kippenvel, tranen sprongen in mijn ogen. En ik keek die zaal in, en ja, je ziet ze natuurlijk niet allemaal, maar ik voelde voel, gewoon voel, in de ja. energie. Dit is gewoon hier zitten. Nou, dit, ik voelde gewoon van wow, hier is iedereen met elkaar verbonden die hier nu zit. En ik, en later begon je natuurlijk dan over na te denken over dat moment. En dan denk je, joh, want je, je ziet dan al die mensen lopen, weet je, de pauze en daarna, en dan kan je, krijg je de kans om al die mensen te kijken. En zijn. Allemaal andere mensen. Hmm. Weet je al, Allemaal weer precies wat je net zegt. Ook weet je over die, die celebrated differences. Allemaal compleet verschillende mensen. Maar die wel met een soort van energie samenkomen. En als je dan dus één moment zo kan hebben in die zaal. Dat je echt voelt, je kippen wel, tranen in je ogen. En dat je echt voelt nu. Iedereen voelt, denk ik, ongeveer hetzelfde nu. Je bent zo met elkaar verbonden. Terwijl je allemaal compleet anders bent. Ja. En. Um, nou, ja, en dat is dat... misschien ook wel het, wat ik het mooie vond van die tijd. Uh, dat mijn generatie, in vergelijking met mijn ouders, mijn ouders hadden de oorlog meegemaakt. Mijn vader was 17 toen dat begon. Dat was natuurlijk ook een moment dat alles stilstond. Je, je kunt niks met elkaar vergelijken, maar wel dat, dat er een soort soort pauzeknop wordt ingedrukt die je zelf niet wil. Hmm. En dan zijn er twee manieren om daarmee om te gaan. Uh, uh, want wat mij opviel in, in bijvoorbeeld in die. dat was heel raar in die discussie tijdens die coronatijd. Want het was heel jammer dat mensen zo uit elkaar gedreven werden. En dat er, dat er niet een, een soort middenpositie was, waar ik me veel meer in thuis hoor. Die naar alle kanten kijkt en zich begint af te vragen. Zo van, hoe zit het nou? Weet je, maar je, je werd gelijk, als je al iets zei, uh, weet je, of daar of daar ingezet. En um, en wat ik het mooie vond in die tijd... zijn de mensen bovenkomen drijven die geloven in schoonheid. Liefde. En dat zijn allemaal een beetje... bijna afgebakende begrippen van ja, ja. Maar echt, mensen die ik tegenkwam... Uh, bijvoorbeeld van Vrouwen voor Vrijheid... dat was alleen maar schoonheid. En er zat heel veel lichtheid en humor. Ja, weet je, verontrust. Maar tegelijkertijd dit. En niet dit. Hmm, hmm. En... Daar is een, een zaadje geplant waar ik wel heel gelukkig uh, van word naar de toekomst toe. Weet je, omdat er. Uh, wij, wij moeten. <laughs> we zijn veel te snel weer teruggegaan naar af. Ik heb in dit huis gezeten in een full lockdown. in het begin van corona. En uh, dat je echt denkt: what the fuck is happening? En mijn gut feeling was die van de zebra. Die zoiets had van: uh, wat er ook gebeurt, we moeten door die rivier. Je moet niet bang zijn voor die rivier. Ja, er gaan er misschien een paar uh, worden er opgevreten door de krokodillen. Maar uh, angst is geen optie. En misschien is dat. Een in mijn eigen leven kwam dat op een heel vreemd moment. Omdat ik kom uit Venendaal. Als een toch een beetje een boerenkinkel. die dan naar Utrecht gaat studeren. En de, de, de grote stad. Maar eigenlijk. Je ja, zo bleu als ik weet niet wat. Ik had nooit een oorlog meegemaakt, nooit een wezenlijke catharsis in mijn leven. Uh, uh, een, een, een ja, en dan, en dan ga ik naar Antwerpen toe. Dus ik heb, ik, ik heb heel langzaam avontuur gezocht. Sancho Panza, niet Don Quixote, maar de, de, die, die sukkel die erachteraan huppelt. En eigenlijk die gast volgt, omdat hij denkt: daar gaat het gebeuren. Hij gaat wel spannende dingen doen. En langzaam word je een soort Don Quixote, omdat, omdat je. Op een gegeven moment was er geen weg meer terug. En, en zoek je, uh, uh, je zoekt avontuur. Je zoekt dingen die, waardoor je vragen moet stellen. Je gaat naar Zuid-Afrika, een land dat heel mijn idee over de wereld op zijn kop zette. Ook de geschiedenis waarvan ik had allemaal mijn idee over dit. Ik heb geprotesteerd tegen boycott, boycott outspan, sinaasappeltjes. En kwam er hierachter dat de geschiedenis veel ingewikkelder is. In Vlaanderen ook. Er is een veel ingewikkelder geschiedenis, waardoor je minder makkelijk kunt oordelen. En, en, en net op het punt dat ik dacht: Zo van. Uh, Jezus, het leven is zo fascinerend, omdat we er eigenlijk de ballen van snappen. En als je dat vertrekpunt hebt, dan wordt het nog mooier. Want dan begin je: Ah ja, maar dit werkt voor mij, dat klopt voor mij, of dat of dat. En opeens, op dat moment, zegt er iemand: En nu gaan we nog maar, nu is dit de waarheid. En dat was net op voor mij, het verkeerde moment dat ik dacht: van, Er is geen waarheid hier komt een volgende priester en een volgende dominee... en je hebt het niet begrepen. Want er zijn verschillende manieren van omgaan met dingen. Toen Sam Brokke, die ik hoog had zitten in België... Omkwam, opkwam met het idee van... laat ons alsjeblieft de jongeren buiten dit verhaal houden. Er is geen enkele motivatie... Vanuit dat was een, een gezondheidskundige uit Hasselt... geen enkele motivatie om niet naar een omgekeerde lockdown te gaan... dat degene, als er al een gevaar is... Dat die mensen in bescherming worden genomen als ze het zelf willen en niet omdat iemand anders het zegt. En die werd, die werd ontslagen. En toen dacht ik, dit is geen leuke wereld meer. Nee. Want iemand zegt alleen maar, geef een alternatief. En dan ben je in een wereld terechtgekomen. En net op het moment in mijn leven dat ik dacht zo van, er is geen waarheid, er is geen doctrine. We zijn onszelf in de maling aan het nemen in het Westen. En we worden gekloot... Dat was eigenlijk al, dat had ik al tien jaar. Want de, uh, de liedjes die ik schreef in de jaren negentig, Slaap Zacht, Arme Schapen, gaan voortdurend pakken die thema's al. Ik wou net zeggen, want eigenlijk, als je naar je songtekst en zo kijkt. Dan, en eigenlijk alles wat je schrijft en waar je, waar, waar je dingen over maakt en zo. dat dat, zeg maar, dat zou je nu ook heel erg kunnen toepassen, zeg maar, toch? Ja, maar eigenlijk ik ben wel eens... nu, ik ben nu dus elke ochtend. Hier in Kaapstad ga ik door repertoire heen, want ik wil gewoon eens een jaartje uh, uh, stukken spelen. Kijk, om heel eerlijk te zijn, uh, Johan, de, de dingen die je schrijft, 10% is misschien de moeite, 90% is op weg naar die moeite. <laughs> eh? Dus er zijn ook serieuze keutels gedraaid, zoals mijn vroegere producer het zei. Maar ik, ik uh, ben mild over mezelf. Maar dan ga je door dat repertoire heen. En maar jij vindt 10% van je repertoire maar de moeite waard is. Essentie, is ja. noodzakelijk. Oh, ja. Maar dat heb ik zelf niet verzonnen, dat heeft mij verzonnen. Okay. En de rest moet je ook doen. Je moet slechte zinnen durven schrijven. <laughs> ja, nee, maar hey, het is ook maar wat het is. Hè. Maar ik, en ik onderschat mezelf niet. Want ik vind dat ik een paar dingen, denk ik van: ja, Stef, well done. Hmm. Maar dan weet ik ook, daar heeft iemand anders mij geïnspireerd. En ik ben wel een type die dan de dingen vorm kan geven. Die wel op de. de, de als de zinnen er helemaal zijn, zoals die zin die ik zag langs de weg, ben je wel op weg naar waar je wil zijn. Dan, denk ik, dat is de dan is het lied eigenlijk al geschreven. En dan moet ik gewoon toevoegen. Maar dan zit ik die dingen door te spelen nu. Uh, nou, er zitten liedjes tussen, denk ik. Hoe durfde je het te schrijven zo slecht? En dingen van, denk ik, fuck. En uh, wat het fascinerende is. Is dat ik uh, uh, als kind van de jaren zeventig. toch opgevoed door aan de ene kant ouders met een, met een christelijke. Uh, uh, maar een goede zin, liefde, God is liefde. Dus niet zware gedoe. Ik ben nooit in de zware protestantse richting geweest. En mijn leraren waren allemaal hippies. Dus ik kreeg van twee kanten. Ide ideologie: He, de, de, een soort vrijdenken. plus dan een soort religieus denken wat overgeleverd was. En. Tot de jaren tachtig. He, ik heb nog zo in die kraakpanden, uh, in de kraakpanden meegeslapen en zo. Dat ik dacht dat ik iets heldhaftig moest doen. Dat sloeg ook nergens op. Maar op zich goed. En opeens zie ik de hele wereld veranderen. Jaren negentig. Dus we praten nog niet over wat de laatste jaren gebeurd is. Daar begon het voor mij. Wees in de jaren negentig anything goes. Voor die tijd was het not done om. Uh, uh, als je in mijn wereld muziek maakte. Uh, Hing dat vast aan een beetje integriteit. En je, je bepaalde dingen deed je niet. Misschien soms een beetje te ernstig, maar dat deed je niet. En opeens begon alles te shiften. Was het geld? Overwaarde van je huis? Hypotheek? Uh, uh. Geld verdienen was opeens een soort, soort... Daar werd niet moeilijk over gedaan. En dat is op zich oké, okay, maar dat kan ook uit de hand lopen. Op een gegeven moment werd dat het mantra... Weet je, uh, uh, hoe snel dingen. Nou, toen jij begon met je DJ-bedrijf ook. Alles groeide en klapte uit elkaar. En de prijzen gingen omhoog. En, en niemand die nog zei. zijn we nog eigenlijk wel goed bezig. Zelfs de socialisten in die tijd onder Wim Kok. verkochten Nederland uit aan het liberalisme. eigenlijk. Dus al die bewegingen zijn ook, hebben volstrekt geen, geen gezicht meer voor mij. Die hebben, zich, die hebben de, de Judas-kus aan zichzelf gegeven. eigenlijk. Je, de, omdat het wezenlijke. kijken naar de wereld. en wat wil je? Wat wil je voor schoonheid toevoegen? was er niet meer. Alles werd. bruto nationaal product. was gelijk met ons geluk. Ja, ah, dat is dikke bullshit. En dat voel je in je kloten. Dus ik dacht. dan kwam Rob Crispijn. en ik zing bijna nooit teksten van een ander. kwam met een tekst aan. Uh, toen ik hem tegenkwam. Een geweldige tekstschrijver. Hè? Uh, die ook. ja, hele interessante man. die. Uh, Arme schapen. En ik las die tekst. En ik denk: Godverdomme, dit is een goede tekst. Arme schapen horen ze blaten met z'n allen zo alleen. Geen heder meer. En ze vertrappen wat oud is en, en anders denkt en zo. Weet je. En, en wat een profetische tekst. Uh, uh, omdat we dat, en dat voelde ik toen wel, omdat we in een tijd terechtkwamen. Uh, waarin we onszelf, ons mens zijn, zijn verloren. Voor de materie. En ik voelde me verweest in de jaren negentig. Absoluut. En eigenlijk door corona ben ik weer thuisgekomen in de wereld. Omdat ik denk. nu worden een aantal dingen. We zijn door de mand gevallen. Punt. Mm. Ik ook. Want als ik heel eerlijk ben over die tijd. wij zitten nu te praten met elkaar. weet ik niet of ik dat toen had gedaan. Ik heb een paar dingen gepubliceerd. Er zijn vrienden van mij geweest. die, die uh, meer de kop boven het maaiveld uitstaken. en die, die daar behoorlijk voor uh, moesten boeten zo. Um, maar ik. Voelde ook op dat moment, weet je nu, dit is een moment waar het op aankomt. En wat doe je nu? Wat ga je nu doen? En ik voelde ook al heel snel elke beweging die je maakt. toen ik een tekst schreef: iemand moet het doen. eigenlijk om een vriend van mij te supporten. die in België nogal uitgesproken was in een interview. en die daar heel bekend is. Uh, kreeg ik gelijk van twee kanten het, het vuur over mij heen. Want de ene kant die, die verklaarde mij opeens heilig. He, zo van. Uh, uh, en vervolgens ging ik een paar testvoorstellingen doen in de theaters dat ze die QR-dingen uh, wilden invoeren, waar ik op zich tegen was. Maar ik had zoiets: we moeten met die sector in beweging komen. Want er gebeurde geen flikker. Toen kreeg ik de andere kant over me heen. Toen dacht ik, zo zit de wereld in elkaar, bos. Dus blijf vooral dicht bij jezelf. Mm. Maar ik vond het wel. Een hele lastige periode omdat ik. Uh... Voor het niet ingewikkeld dat. Uh, want ik ja, dat Ik denk dat, dat dat QR. Ik weet eigenlijk niet eens. Nou, laat ik het van mijn eigen verwondering vragen, maar hoe. Ik denk dat heel veel mensen toch wel met die vragen uh, toch zitten, ook als ze ook naar jou luisteren. Dat, want weet je, je bent aan de ene kant heel erg het, zeg maar, het protest tegen het verhaal. Of in ieder geval ja. het laten zien van hey. Uh, maar aan de andere kant, vervolgens wel. Met de QR-ding mee bewegen. Ik denk dat dat voor veel mensen niet rijmt. Nee. Dat vond ik zelf ook moeilijk, maar dat zijn een afweging toen ik het daar met mijn vrouw over had. Weet je, die. Uh, de afweging voor mij was toen. Ik wil, uh, uh, ik wil mijn plek niet opgeven. Ik vind het belangrijk dat mijn stem. Als ook al zijn er mensen in de zaal die alleen maar met de QR-code binnen mogen. Juist die mensen moet ik bereiken. Ik wil niet voor mijn eigen parochie alleen preken. Dus als ik die voorstellingen speelde. Dan ging het er op een gegeven moment ook over. En ik vond het belangrijk om. Ja. Maar dat is. Dat als daar kritiek op zou zijn, vind ik dat ook heel begrijpelijk. Maar je moet heel erg oppassen in dat soort situaties. Om. Um, wat ik vroeger met Frank Boei wel zei. We mogen onszelf nooit marginaliseren. Door in een. Um, ja. Maar ik vond het lastig. En vind het nog lastig. Weet je, als ik over die periode terugdenk. Maar het was voor mij geen optie om te zeggen... het uh, is ook eigenlijk nooit... Er, is een, er zijn een paar voorstellingen die ik onder dat dingen heb gespeeld. Dat was in overleg met theaterdirecteuren... wat goede vrienden zijn voor mij. Uh, dat ik zei, we gaan, ik, ik wil uh, kijken of er een derde weg is. Weet je, of wij iets kunnen losmaken. Maar dat bleek natuurlijk heel snel niet zo te zijn. En ik schets het beeld een beetje vanaf de jaren negentig. Omdat dat... Die hele coronatijd, voor mijzelf ook, is ook een momentum van een absolute test: van waar sta je? Uh, en waar ben je zelf? Nou, dat was denk ik ook. Ik denk, denk dat het dat voor veel mensen ook. Ja, voor mijzelf ook, als ik daar dan eerlijk over ben, wel als vreemd heb ervaren. Of op zijn minst, iets wat je dan niet echt kunt rijmen. Omdat. Kijk, ik ben nu wel inmiddels wel daar dat ik wel uh, ook terug kan kijken. En dat ik ook echt wel weet dat. Zeg maar, het is te, soms kan je te makkelijk en te snel oordelen over waar iemand zijn besluitvorming en waarom iemand ja. het doet. Ook al kan jij het zelf soms niet rijmen, zou iemand anders daar misschien een goede beweegreden voor hebben. Wat jij misschien niet altijd kunt begrijpen, maar waar je wel respect voor moet hebben. Zeg maar, daar, daar op, die, op die plek sta ik inmiddels wel. Destijds denk ik minder, maar ik voor mij en ik denk dat het voor veel mensen was. Was het wel, weet je ook, met hoe je dan aan de ene kant opstond, ook met je muziek. Uh, en, en ook iemand moet het doen, weet je wel. En dan ja. zo fundamenteel, denk ik, oneens zijn met mensen buitensluiten. Want ik, volgens mij is vrijheid ook een groot thema voor je. En dan, ja. dan is dat echt haaks, staat de haaks op natuurlijk. Uh, in een hele gevoelige tijd ook nog eens. Dus dat, dat, ja, dat dat gewoon eigenlijk niet met elkaar te. Rijmen valt. Ja, ja maar bij mij wel. Dat is dan het vreemde. Want de... dit is interessant om eens over te praten. Um... Of het te rijmen valt, weet ik ook niet. Maar het, het zijn wel twee kanten die, die, uh, uh, die in mij zitten. Is dat opportunisme? Dat is het eigenlijk. Dat, zo voel ik het niet. Want dat um, zou ook kunnen, zeg maar dat zou ook ergens ook nog. Nou, want anders had ik bijvoorbeeld iemand moeten doen. Of ik heb in, in, bij, uh, bij Matthijs Gadoor, dat vond ik de leukste beweging die ik maakte. Bang voor bange mensen. Een kinderlied wat ik daar heel bewust uh, uh, heb gespeeld. Uh, in een he om een op een hele indirecte manier te zeggen: Ik ben, eh, dat had ik tegen mijn kinderen zeg: Papa, wat ben jij bang voor? Ben je bang voor corona? Ik zeg: Nee, papa is bang voor bange mensen. En toen heb ik daar een liedje over gemaakt, een soort uh, dingen. En daar is dat gespeeld. Uh, maar om even terug te komen op de vraag, want ik weet het eigenlijk nog zelf niet. Hoe. Dat bij mij op dat moment werkt. Mijn eerste ding was, wat ik ook tegen mijn vrouw zei. Het enige waarin ik me wil uitspreken. is in de muziek. Dus in die zin ben ik nu al inconsequent. We zitten hier over te praten. Op een gegeven moment word je voor de keuze gezet. wat ga je doen? Die, met die QR-codes. En uh, mijn hart uh, uh, zei: uh, niet doen. Dan ga je niets. Of oh, nee, mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen. Mijn hoofd. Want daar zit de moraalridder. De moraalreden zegt, niet doen. moet consequent zijn. Als je dit voelt, want het klopt niet. Dat hele gedoe met die QR-codes, dat voelde ik van in het begin. Maar ik had met dat hele proces had ik een intuïtiever gevoel. Omdat ik eerder uit, ik ben voor avontuur. Ik ben niet bang voor de dood. Uh, dit is voor mij niet een optie om zo te leven. Om hier in huis te moeten blijven. En mensen op een afstand te houden waar ik van hou. Geen optie. Gewoon punt. Ook al is het nog zo besmettelijk. De mensen van wie ik hou, wil ik kunnen omhelzen. Daar is geen enkele twijfel over. Maar omdat ik een publiek figuur ben. wordt dat een andere mededeling. dan het voor mezelf te besluiten. En, um, en dan komt er bij mij een twijfel. Uh, wat is de afweging die je maakt? En toen was dat. Uh, uh, als ik nu zeg: ik ga niet spelen. dan uh, snoer ik mezelf de mond. En ik wil het kanaal openhouden. En dat heeft een prijs. En dat is eigenlijk dat je op dat moment voor de buitenwereld inconsequent bent. Uh, maar voor mij was het een afweging. Zou je het... Um... Een afweging om uiteindelijk het, hetgene wat ik... Uh, en het is een beetje de... Ik weet niet of je het boek Mephisto van Klaus Mann kent. Dat is een prachtige film ook van Tsabo. Het gaat over een acteur in het Derde Rijk. En die schuift langzaam af omdat hij zijn carrière eigenlijk... Dingen, en dat wordt een soort protegé van, van, van uh, Geuring. Uh, en het en is ook echt gebeurd. Het was Gustav Gründkens. Dat was een acteur in Duitsland voor de oorlog en ook na de oorlog. Hele bekende acteur. En die schuift af. En die moet de hele tijd die afweging maken. Fascinerend boek. Over uh, uh, hoe, hoe in die tijd bijvoorbeeld. Het uh, begint als een communist. Eindigt als een, uh, dat de hele Nazi-top in de zaal zit. En aan het eind van, die, van de film wordt hij vastgevangen in, in een soort spotlicht in het Olympiastadion in Berlijn en zingt hij nu ik ben toch Noor een schouwspeler. en dat is het dat gevoel uh, uh, had ik wel een beetje want dat is zo de, de de performer in mij wil spelen en wil wil een stem geven aan dingen en de schrijver in mij die op dat moment of de denker die op dat moment hier klopt iets niet die moeten met elkaar eruit komen. En het is eigenlijk een catch-22. Want er is geen uitkomst. Hmm. Zoals ik in elkaar zit. Hmm, als er zijn mensen andere. die toen besloten hebben: van... Uh, ik speel niet. Uh, uitermate respect voor. Maar was voor mij geen optie. Zou je als Ik het... wil mensen, ik, wou, ik wil altijd, ook dat, is zo, dat zit wel bij mij. Zet mij morgen in de Transvaal hier in uh, Dingen. Ik heb geleerd in dit land ook. Uh, als ik naast de, de meest rechtse, uh, rechtse extreme figuur zit, zal ik luisteren. Want ik wil eigenlijk weten waarom die man zo denkt zoals die denkt. En uh, dat is misschien een beetje wie ik ben. Uh, een niemand. En op dat moment was ik inderdaad ook een, een niemand die heel erg op gevoel voelt: van ik wil, ik wil in Eindhoven gaan spelen. Uh, de ironie was ook, dat was de, ik moest geen QA-code laten zien. Hè? Nee. Ja, Want die vaccinatie was nooit een optie voor mij. Omdat mijn moeder, was een desmoeder, die is door de medicijnen naar de kloten geholpen. Dus ik ben, uh, ik ben absoluut, voor de, voor, ook voor de traditionele medische wetenschap... maar ik ben in mijn leven veel meer geholpen door andere mensen. Door acupunctuur of... Uh, en als het echt moet, weet je, dan... Uh, Mogen ze er enige chemicaliën in douwen. Maar eigenlijk was ik al heel lang ook op dat spoor. Dus dat was niet een optie. Maar dat is mijn eigen beslissing. Mm -hmm. Dat hoefde ik ook niet aan de grote klok te hangen. Want dat vind ik, dan had ik ook zoiets. Dat is, mijn, dat is Dat gaat over mijn eigen persoonlijke leven. Mm -hmm. Zou nou, je... maar, maar, hoef, maar vertel eens. Want dat is. nou, Dus van buitenaf. Was dat zoiets van kijk, Ja, wat... ik kan ik laat ik dan zeggen en ik ga zo meteen nog de vraag stellen die ik heel op mijn hoofd heb zitten, maar ja. ik 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 voor mij, maar dan ben ik het vanuit mijzelf aan het bekijken. Ja. En en iedereen projecteert natuurlijk sowieso altijd zijn eigen dingen op de ander, maar kijk voor mij was het gewoon heel duidelijk. Ik voor mij was het fundamenteel, oké, okay, wacht. Wat hier gebeurt is niet oké. Okay. We, ja. we gaan allemaal zitten te oordelen... over de apartheid in Zuid-Afrika. Over wat er met de Joden is gebeurd... in de Tweede Wereldoorlog en weet ik het wat. En nu sluiten we, weliswaar om andere beweegredenen... misschien niet om etnische beweegredenen... maar ja. ditmaal om, om medische beweegredenen... sluiten we een hele grote groep mensen buiten. En ik heb voor dezelfde keuze gestaan als jij. Ja. Ik, ga ik mijn bedrijven doorzetten? Uh, ga, want ik had compagnons... en mijn compagnons daar werden dit soort gesprekken mee gevoerd en ik heb hen natuurlijk de vraag ik zei het net al eventjes dus de vraag gesteld wat gaan we doen als er uh, als we moeten gaan controleren op QR-codes ja. waarop zij zeiden ja wij willen open dus wij gaan het doen nou ik heb mijn keuze toen gemaakt door te zeggen ik stap eruit maakt me niet uit wat hoe weinig of hoeveel ik ga eruit want ik ga dit 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 fundamenteel ben ik het hier zo mee oneens wat hier gebeurt ja. dat ook al ook al vind ik dat iemand zelf moet weten of die zich laat vaccineren of laat testen om een club binnen te komen. Meen ik oprecht. En ook dat ik ook vind dat andere dat ondernemers dat ook zelf moeten weten of ze dat wel of niet moeten doen. Weet je wel? Dat, ja. ja, ik ben het ermee oneens, maar uiteindelijk moet je het zelf weten. Jouw leven. Maar voelde ik gewoon heel sterk. Nee, ik weet wat hier gebeurt. Ik voelde echt, ik wil niet bijdragen aan het uitsluiten van mensen om welke reden dan ook. Dus ik doe het niet. En ook omdat ik weet wat erachter zit. En ook omdat ik vrijheid belangrijk vind. Keuzevrijheid en weet ik het wel. Dus ik, voor mij was het een no-brainer om te zeggen. Ik, het maakt me niet uit. Al kost het mijn hele carrière. Ik doe het niet. Dus als ik dan met mijn eigen bril ernaar kijk. Ja, dan, dan vind ik het. Dan kan ik het lastig met elkaar rijmen. Omdat ik denk. Ja, maar je weet wat er, je weet wat er gebeurt. Je voelt fundamenteel ook van binnen dat het niet goed is. Dat de mensen worden buitengesloten. Dus ja. hoe... hoe ja, hoe kan je de keuze maken, nemen, om dat dan toch te doen? Nou, laat ik hier dan maar een, een biecht doen. Ik heb die keuze niet gemaakt. Eigenlijk. En misschien is het, ze vertelt dat ook wel iets over mijzelf. Als we het net in het begin van het gesprek hadden en je zegt zo weer en je schrijft dat soort liedjes, uh, zeg ik ook van ja, ik word geraakt door iemand en ik geef het door. Maar wie ben ik eigenlijk echt? En uh, op het moment dat het. Uh, ja, ben ik toch een beetje Petrus uit de Bijbel. die, uh, die uh, als die de haan hoort kraaien, beseft opeens: fuck. Uh, misschien had ik dat moeten doen. Maar ik geef mezelf enig voordeel van de twijfel dat ik. Uh, op dat moment. Moet je het zeggen, ben ik. En het heeft ook. wel ben ook een beetje zo hoor. Het is, en het is niet een soort vorm van opportunisme, maar meer. Uh, of juist wel. Weet je dat ik op dat moment. Ik maakte geen keuze. Mm -hmm. En het is misschien ook wel een beetje wie ik ben. Als het terecht op aankomt. Um, om. Er zitten ook in veel teksten van mij. Voordat je het weet ben je, waar je, ben je geworden waar je tegen was. Ik zie, want ik zag tegelijkertijd in, in de mensen die enorm met, uh, tegen die coronamaatregelen gingen. Zag ik elementen waar ik niet van hield. Mm, zeker. Ik werd afgemaakt uh, op het internet. En toen voelde ik, ah, dus dat is ook niet mijn club. Dus. En, en dat heeft ook meegespeeld. Weet je, op het moment. toen ik, toen ik die beslissing moest nemen en uh, voelde van. Ja, maar Stef, je moet eigenlijk je intuïtie volgen. Wat wil je? En dan kom ik misschien op het meest essentiële antwoord. Wat die, die uh, uh, Mephisto, heet niet voor niks Mephisto naar nou, de, uh, de dingen van, van Faust van Goethe. Die waar ik ook nog in heb gespeeld. Ik heb de rol van Faust ooit gespeeld op de toneelschool. Um, die ook voor dat dilemma staat. Weet je, van wat. Uh, dat ik op dat moment. Enorm miste om uh, geestelijk te ademhalen. En dat is zingen voor mij. Dus hoe ver ga je? Uh, uh, je hoe ver ga je in die keuze? Want wij zijn met corona allemaal nog geen eens zo zwaar getest wat dat betreft. Een paar mensen wel, die, die hun leven kapot is gemaakt. weet je, Of die, die hun werk is afgenomen of... Uh, nou, ik ben nog geen eens zo zwaar getest, maar je, je voelt op dat moment dat je inderdaad op een koord aan het dansen bent, en het is heel leuk om daar eens over te praten, omdat ik denk dat een heleboel mensen uit die tijd en er wordt veel te weinig over gesproken. We zijn ze gaan zo slecht om hen met, met de, uh, uh, het evolueren van die tijd, omdat je hebt er mensen aan twee kanten gehad. De ene die absoluut overtuigd waren dat het goed was wat er gebeurde, de andere die daar lijnrecht tegenover stonden. Maar ik denk dat zeker 40% van de mensen zaten in het midden. En eigenlijk, ik ben iemand van het midden. En die wisten het niet. En die denken, hoe moet ik me hierin gedragen? Sommige mensen die, die dachten van... nou, ik laat me vaccineren, want dan kan ik in heel geval op vakantie. Had geen te maken met sociaal bewustzijn... of dat doe je voor de ander. Dat was ook absoluut een flauwekul en een dikke vette leugen. De meesten deden het gewoon voor zichzelf. Dat zei iemand in Leuven op de universiteit ook. Maar er waren ook mensen die echt dachten dat ze daar andere mensen mee zouden helpen. En dan had je mensen aan de andere kant. Weet je, die, die zoiets hadden van. Aan mijn lijf geen polonaise. Uh, en ik ben tegen die QR-code. En dan heb je dat gebied in het midden. Van mensen die dan daar of over de lijn gingen of daar. En uh, daar hoorde ik bij, denk ik. Zou je, als je met de wetenschap van nu en alles wat er. Nou ja, zou je hetzelfde hebben gedaan? Als je nu voor dezelfde keuze stond in dezelfde situatie? Ja, dat is hypothetisch, Johan. Ja, nou ja. Het is heel makkelijk om te zeggen dat ik iets anders had gedaan, maar als ik. Heel, je weet meer uh, nu? Nee, ik wist het toen ook al. Als ik heel eerlijk ben, wist ik dat het gewoon een foute boel was. Maar er is een kant in mij die ook. Um, Weet je, in wat ik doe, in, in het schrijven en in het zingen. Ik zing niet alleen voor mensen die, tegen, toen, die toen tegen corona waren. Ik wil die andere kant, die wil, ik ook, die wil ik ook hebben. Ik speel eigenlijk liever soms voor mensen die het niet met me eens zijn. Want die kan ik misschien iets geven wat ze nog niet kennen. En... Um, Maar het is een hele lastige. En het is een beetje waarom het zo fijn is. om dit gesprek daarover te voeren. Omdat ik denk dat een heleboel mensen daarmee worstelen. Mm -hmm. Aan de ene kant en aan de andere kant. Hè. Aan de ene kant die een beetje meer zouden moeten toegeven. Uh, dat er een aantal grenzen over zijn gegaan. En aan de andere kant mensen zoals ik. die dat eigenlijk wel wisten. maar er niet altijd naar gehandeld hebben. Nou, en, weet je wat en die is hele de... groep. Hè, de, die middengroep. daar voel ik me mee verbonden. Want dat zijn mensen die. Ja, misschien niet altijd uh, uh, met de vuist op tafel slaan. Die, want het, Daarom zeg ik, het is niet opportunisme. Het is ook, omdat ik soms wat ik aan de andere kant van de lijn zag gebeuren... aan mensen die enorm tegen, die, tegen dat hele corona gedoe... daar zag ik ook dingen, denk ik, no fucking way. Hier wil ik niet bij horen. Dit zijn voor men, hier ga ik, met dat soort mensen wil ik niet op vakantie. Of, zoals mijn opa zei, zou je er een stofzuiger van kopen? Ja. Dus het gaat mij op een iets heel... Uh, maar, maar het is je... wel een heel goed onderwerp om over te praten. Omdat het gaat meestal, hè, mensen die, die dan of daar waren of daar. Terwijl de meeste mensen denk ik dat dat zoiets hadden van... what the fuck is happening? Alleen, ik, ben, ik was wel redelijk ingelicht. Dat is mij wel enigszins te verwijten. Want ik wist wel hoe de volk ongeveer in de steel zat. En dat er een aantal dingen niet klopten die er gebeurden. Weet je wat het ook is, Stef? Dat besef ik me ook. Kijk, jij, jij wordt natuurlijk uitvergroot... omdat je een publieke functie betreedt. Maar ik zou ook wel iedereen die... Weet je die echt hier heel hard op oordeelt en de ander erop afrekent. zonder proberen te begrijpen waar de ander vandaan komt. Weet je, zo'n mooi voorbeeld vind ik altijd vliegen voor mij. We hadden het net kort al even over. Wie van de mens die zichzelf zeg maar wakker noemt. en weet dat we genaaid worden door de politiek en door het systeem. en weet ik wat allemaal. wie van die mensen vliegt er nog geregeld? Ik denk bijna allemaal. Wat doe je dan als je vliegt? Je neemt ook de keuze, omdat ja. je graag snel ergens anders aan toe wil gaan... om in een systeem mee te werken waarvan je weet... we worden in de gaten gehouden. Je wordt gefouilleerd, je wordt allemaal je paspoort... allemaal rare shit. Je moet zelfs tegenwoordig gewoon je paspoort inscannen... in zo'n apparaat en in je gezicht weet ik wat allemaal. Nou, al die dingen... Ik, ik doe dat ook, hè? Ik bedoel, omdat ik weet, ondanks hoe, hoe fout het eigenlijk is, ja. omdat ik dan toch hier naartoe wil, ja, dan maak je toch de keuze om het wel of niet te doen. Dus vaak zijn we, vind ik ook wel, dat heb ik ook wel echt geleerd van mezelf de afgelopen drie jaar, ben je ook wel heel snel met het vingertje wijzen naar iemand anders ja. voor gedrag wat je eigenlijk zelf misschien ook wel vertoont en waar je jezelf misschien wel meer op veroordeelt. En dus het makkelijker naar de andere kant kunt wijzen, weet je. En, en nog steeds. Ik vind het heel tof dat we hier zo open over kunnen praten. Ja, dat vind ik ook heel fijn. Wat, wat, weet je wat ik ook. <laughs> bij stiekem stiekem zitten denken, maar dat is. Uh, ik vind het ook wel leuk om verwarring te zaaien. Hoe ouder ik word, hoe meer ik denk: weet je, als, ik, als ik heel consequent op een lijn blijf zitten, vertrouw ik mezelf ook niet altijd. Dus toen dat gebeurde. Uh, uh, en ik denk dat het binnen twee weken was. dat die iemand moet het doen, die werd op het internet gezegd. en die ging opeens viraal. Uh, uh, die tekst. En, en kort daarna. Uh, zei ik: Ik ga een paar voorstellingen doen. om, die, om te kijken hoe dat dan werkt. met die QR-code voor het publiek. Uh, uh, zag ik opeens. Uh, weet je, die verwarring. mensen, hoe, 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 hoe. En dan kom je op misschien op het meest essentiële. waar we aan het begin van het gesprek begonnen. vragen stellen. Dus op het moment als ik niet meer paste. Binnen de, de, de gasten van Anne, in het anti-corona-kamp werd de vraag ook niet meegesteld: waarom doet hij dat dan? En is er enig begrip voor iemand die misschien niet consequent is? Het zit al in een tekst, volg mij niet, uh, in, in, uh, uit 1996. Ik ben inconsequent zoals het hoort. Uh, dus het zit, het zit een beetje in mij. Um, en ik moest er net om lachen in, in dingen, omdat ik denk, ik heb natuurlijk, <laughs> je creëert verwarring. En zo wil ik, ik wil mensen wel, als ze de zaal uitkomen bij mij. Uh, niet de genoegdoening te geven dat ze weten hoe de boel in elkaar zit. maar dat ze wel dichter bij zichzelf zijn gekomen. en. in uh, elk geval niet dat er één waarheid is. Maar dat los van het feit. ik heb het er wel moeilijk mee gehad. Want ik voelde mezelf. Uh, intuïtief voelde ik dat dat de, de juiste beslissing was. Want. Iets in mij wil zingen en wil op een podium staan. En uh, maar ik heb daar wel uh, een, een prijs voor betaald voor mezelf. En ik heb er wel een paar nachten van wakker gelegen. En ik heb er wel iets van geleerd. Maar of ik nu, kijk, kan nu makkelijk zeggen, zal me nooit meer overkomen. Ik, ik had nooit gedacht dat ik in zo'n situatie ooit in mijn leven zou komen. Maar mijn vader, uh, die zat ondergedoken in de Noordoostpolder... voor de arbeidsdienst. Die zei al uh, tegen mij: van... Uh, als het erop aankomt, jongen, is het nooit makkelijk. Om, uh, is het makkelijker achteraf te zeggen wat goed en fout was. Uh, en hij was ook zo'n middenfiguur. Hij. En, en opa Bos ook, die woonde tegenover het Joods gesticht in Apeldoorn. Die heeft ze zien wegvoeren. En ik vroeg aan hem: En wat dacht je toen? Hij zegt: Wij wisten dat dat niet goed zou aflopen met die mensen. Maar ik had vijf kinderen en ik wilde ze door de oorlog helpen. Dus genetisch ben ik al een beetje de voorbestemd om op dat moment misschien. Maar denk, het is toch wel. Ik vind. Daarom stelde ik die vraag eigenlijk ook. Want ik vind, het is wel waardevol toch om soms terug te kunnen blikken. En ja, maar open... het is heel belangrijk. Want ik denk dat de meeste mensen in die periode. Maar ook de mensen die heel uitgesproken waren. Die, die daardoor zijn gecanceld. Die hebben ook een prijs betaald. En, en sommigen daarvan die hoeven nooit meer op het podium te komen, bij wijze van spreken. Niet in mijn beroep. Hè? Daar, daar geloof ik niet in. Maar mensen uit de wetenschap, uit de. de, de Mensen als Maurice de Hond, weet je, wat toch iemand is die kennis heeft van statistieken en perfecte boel kon doorprikken. Eigenlijk is dat voor mij ongelooflijk. Daar zou, daar zou toch even de film teruggedraaid moeten worden? En dat zo iemand wel in alle eer hersteld wordt. Ik ben daar laatst, heb ik daar mijn donatie voor verhoogd. Mm. Maar dat is een persoonlijke keuze. Maar er zijn ook wel voorbeelden uit jouw vakgebied, toch? Want volgens mij, je hebt een tijdje geleden bij Tim gezeten, volgens mij ook. Ja. Volgens mij is hij, ik weet het niet en misschien zeg ik nu iets wat helemaal niet klopt. Ja. Maar ik heb wel het idee dat, dat, zeg maar, ze, hij is ook zo uitgesproken geweest. Hij het in een echt andere richting gekozen. Dat het oude wereldje ja. hem ook niet meer zo snel zal, zal nee. boeken voor... voor nee, die hebben, daar, die hebben daar een serieuze prijs voor betaald. En ik, ik denk dat ik... Het is op dat moment ook inschatten, weet je, hoe de, hoe de dingen gaan lopen. Dat wisten wij ook niet. Eh... Uh, ik dacht, ik ga niet mijn leven lang. Uh, uh, laat ik het vergelijken met dienst, het leger. Dat is een interessante vergelijking. Dus begin jaren tachtig had ik mijn studie afgerond. Ik was aangenomen op de toneelschool in Antwerpen. Maar ik moest eigenlijk technisch dienst in. Dus mijn dienstplicht doen. En toen had ik twee keuzes: of ik ga dienst weigeren, want ik vind het, het leger absoluut nonsens. Mm -hmm. Maar als ik zou dienst weigeren, zou ik, uh, moest ik vervangende dienstplicht doen gedurende 18 maanden of 22, weet ik niet meer precies. Zou ik twee jaar verliezen? Kon ik de toneelschool op mijn buik schrijven? Dus ik heb toen precies hetzelfde gedaan. Ik ben in principe tegen mijn principes ingegaan, want ik had vervangende dienst moeten doen. Ik denk, ik ga het leger in en ik ben er binnen twee maanden uit. Dan speel je eigenlijk het spel mee. Maar de doelstelling voor mij was wel, zoals bij corona ook, ik wil mijn stem houden. Er is niemand die mij hier het zwijgen oplegt. No fucking way. Niemand van de ene kant, maar niemand ook van de andere kant. En als ik ik, ik heb het recht om uh, uh, iemand moeten doen te schrijven of bang voor bange mensen. En tegelijkertijd het recht om te zeggen als ik echt wil spelen. Of het wil uittesten, want daar ging het toen om. Weet je, dat was, uh, ik denk, een paar mensen, denk ik, Jan Dino en uh, ik denk Theo ook. Maar, maar Hans, die liet zich dan weer wel vaccineren. Dat, vond, dat bedoel, daar gebeurden ook allerlei inconsequenties. Dus ik voelde al heel snel. Bij uh, uh, Guido Weijers heb ik even overleg gehad, He, die ging daar ook uh, uh, in. Maar wat ik het ergste vond eigenlijk, in die tijd, hoe weinig mensen in mijn beroepsgroep enigszins zich erover uitspraken. Of enigszins vragen hadden. Dat vond ik nog erger. Maar ik voelde toen, zoals met dienstplichten, denk ik, ik wil naar die toneelschool toe. Er is niemand die me dat gaat tegenhouden. En als ik straf moet krijgen omdat ik uh, vervangende dienstbrief doe. kust mijn kloten, dat doe ik ook niet. Dus dan ga ik erin en probeer ik er zo snel mogelijk uit te komen. Dat is een pragmatische, opportunistische oplossing. Mm -hmm. Maar het heeft mij wel op die school gebracht waar ik absoluut naartoe wilde. En ik denk. en dat. ja. De mensen die mij kennen. Uh, het gaat mij niet om de roem, het gaat mij niet om de dingen, maar uh, uh, zingen voor mij en, en een verhaal doorvertellen is wel een levensbehoefte. En ik had het voor mezelf het gevoel, en dat ga ik me niet laten afpakken. Ook niet door op dat moment uh, uh, de, de ridder te zijn die op de barricade gaat staan en ik zeg uh, met QA-codes, dan doe ik niet mee. Ik heb met theaterdirecteuren daarover gepraat, goede vrienden van mij in Eindhoven, uh, Schiedam, uh, Zwolle. En heb daar mijn afweging gemaakt. En daar mag over geoordeeld worden, absoluut. En ik begrijp ook mensen die zeggen van, dat begrijpen we niet. Soms begrijp ik mezelf ook niet. dat is het natuurlijk ook op een gegeven moment. Je kan ook iemand niet... Een vraag, ik bedoel, dat is natuurlijk sowieso al. Je gaat je iemand gelijk over oordelen zonder dat je iemand een vraag stelt. Binder dan net ook. Hè. Ik bedoel, ja. Dat is natuurlijk al één ding. Je kan ook proberen erachter te komen waarom iemand wat doet. En dan kan je het er nog steeds mee oneens zijn. Mm. Uh, en op bepaalde vlakken ben je het wel mee eens. Dus ik moet gelijk denken nu opeens dat ik, ik kreeg: we gaan wij zijn de theatertour aan doen met de Truman Show. Dat ja. doen we in eind februari, maart, april. En uh, nou, dat toeren ook door de theaters van Nederland. En ja, ik nou, wat ik dus ook als feedback één keer, in ieder geval één keer, heb teruggelezen is dat ze zeiden van ja, maar dit zijn locaties die tijdens de coronaperiode het uh, QR-beleid Toen Dacht ik ja, wat vind ik daar eigenlijk van? Nou, ik ben het er eigenlijk mee oneens dat ze dat toen deden. Maar blijkbaar boeit het me nu niet meer genoeg. om dan niet meer naar die theaters te gaan. Omdat ik liever heb dat mensen bij elkaar kunnen komen. en uh, nou, de filosofie van de Truman van dichtbij kunnen. Nee, meemaken. maar die man die moet naar zich laten kijken. Dan ben ik snoeihard op dat moment. Dan denk ik dat zijn de mensen die Afrikaans koppelen aan het apartheidsysteem, waardoor die taal niet meer gesproken wordt. of geen gedicht van Goethe meer. Dan denk je dus. dan ga je altijd theaters associëren met die politiek. Dan denk ik, weet je. De wereld verandert. Ik heb, en daar kom ik grip vooruit op dat moment, had ik misschien een andere beslissing kunnen of moeten nemen. Uh, maar ik heb een andere afweging gedaan. Daar, 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 daar heb ik voor mezelf verantwoording vooraf moeten leggen. Uh, maar dat soort kort door de bocht denken. Weet je, ik heb het ook gehad toen ik laatst, uh, wat was het? Uh, Ah ja, bij, 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 bij uh, Tim zat. Uh, kreeg ik uh, een mail van iemand uh, die mij uh, de hel instuurde. Uh, omdat ik me daar vertoonde. En toen dacht ik van. Weet oh, je, wow. Dus oké. Okay, ja, ja, ja. Hoe liefdeloos uh, uh, de mensen zijn. En uh, ja, nooit meer zal ik ooit nog een liedje van jou draaien. Maar dan denk ik. Maar dan heb je al die liedjes die ik heb geschreven nooit begrepen. Degene die echt mijn. ...repertoire kennen... ...horen daar ook zelfs de opportunisten in. Dat ik altijd op zoek ben... ...en soms de juiste beslissing neem... ...en soms... ...ja, ook de beslissing neem... ...die op dat moment, ja... ...die misschien niet... ...waarbij ik mijn... mijn, mijn ...hoe moet je dat zeggen... ...mijn... ...passie... ...voor muziek... Niet wilde opofferen aan mijn integriteit. wel mm -hmm. ik daar heel eerlijk was. Op dat moment was ik de mephisto acteur in het stadion, die zong, die zei: Ik ben nog nooit een schouwspeler en ik ben een mens van vlees en bloed. Ik heb ooit een lied geschreven over Petrus voor in een ander licht: liever een oorlog dan gewapende vrede, liever op zoek gaan dan altijd gewacht. Liever de liefde verloren dan altijd gewacht. Ik ben een mens van vlees en bloed. Ik denk dat het lied moet ik dit seizoen gaan zingen, want dat ligt heel dicht bij me. En zeker met waar we het nu over hebben, over mijn positie in die coronajaren. Uh, klopt het. Klopt met wie ik ben, maar ik heb nog een weg te gaan. Weet je? Dus als je nu zegt wat de volgende keer. Ik hoop dat ik de volgende keer, dat zeg ik eerlijk, ik hoop dat ik de volgende keer op dat moment. Uh, misschien eerder mijn integriteit volgt dan mijn passie. Maar wie zal het zeggen? Ik ben maar een mens. Hey, en wat ik net al zei, iedereen. Uh, ik denk dat als iedereen goed in zijn eigen leven gaat duiken, dat hij wel vaker ziet dat ze beslissingen hebben genomen die misschien tegen hun integriteit in ja. uh, zijn gegaan. Omdat je weet, het is zo lastig om dat op dat moment te bepalen. Maar, maar ik denk dat het in de muziek sowieso zit, hoor. mijn. mijn uh... Loopbaan vind ik mooier dan carrière, maar loopbaan is begonnen toen mijn toenmalige vriendinnetje zich inschreef voor het Eurovisie Songfestival de voorronde in, in uh, Brussel. Nou ja, dat was voor ons, ik kom uit de jaren zeventig, dat was uh, zo fout. He? Dat is nu inmiddels helemaal politiek correct, maar dat was zo fout. Maar zij schreef zich in, maar met een liedje van mij en ze won. En we hadden, er was geen achtergrondkoor bij die voorronde in Brussel. Hè, want dat was voor België. Dus ik stond in het achtergrondkoor en opeens stond ik daar in, Brus in, in Lausanne. Uh, dus ik ben van in het begin. zijn er al momenten geweest dat je opeens voelt: oeh Bos, nou ga je wel een lijn over. Maar weet je wat het mooie is van die ervaring? Dat dat liedje, dat was door de wind. dan dertig jaar later uh, uh, opeens ergens land. Terwijl bij mij was dat. Besmet geraakt dat nummer eigenlijk. Dus ik heb het zelf nooit gezongen. Terwijl het wel een heel integer lied was geschreven voor mijn moeder, eigenlijk. Een van de eerste liedjes die ik schreef. En uh, ik zie mezelf daar nog staan. Dus het is een beetje deel van mijn leven. om af en toe in dat soort momenten terecht te komen. En weet je wat ik na Eurosong in elk geval wel heb geleerd. Uh, waar ik niet moest zijn. Ja. En ik ben eigenlijk, wat jij een beetje vertelde voordat we begonnen... over jouw dj-dingen, alles wat je dan meemaakt. Weet je, de, de scenes waarin je terechtkomt. Ja, soms moet je ook maar dingen verkeerd doen om... Uh, je moet alleen je les er wel van leren. Ja. En dat kan je alleen door open en eerlijk naar de situatie... naar jezelf te kijken ja. natuurlijk. Dat is maar wat lastig heb jij een lastig. Wat is jouw inschatting over mensen die bijvoorbeeld toen... In die coronatijd. Uh, uh, voor mij is het ergste voorbeeld Sam Brokke, wat ik een geweldige man vond. Die moet, daar moeten ze een standbeeld voor oprichten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die op dat moment een keuze maken. En als je ze nu zou vragen, zou je hetzelfde doen? Misschien wel, maar misschien ook niet. Want hoeveel mensen, uh, zeker, dat is natuurlijk het enige lastige in mijn geval. Op het moment dat je op dat moment besluit. Weet je, ik heb een, een, u, een uitspraak gedaan in een nummer. En tegelijkertijd handel je misschien niet helemaal consequent daarin. Uh, dus je houdt alle opties open, eigenlijk. Hè? Uh, wat als ik dat had gedaan? Het, mezelf voor de ene kant had gekozen. en dan niet meer had kunnen doen wat ik wou doen. Want het was op dat moment ook niet duidelijk hè, wat er ging gebeuren. Kijk, daar geloof ik sowieso niet echt in. Omdat ik denk dat. Uh... Wat ik, wat ik geloof is, als jij dicht bij je principes blijft. en je uiteindelijk toch de besluiten neemt. die. die ja, dus op dat moment eigenlijk, als je heel eerlijk bent naar jezelf. in tegenvoelen. dan denk ik dat het grotere. waar we in het begin van het gesprek een beetje over hadden. Je, het, het wel zo naar je terugkomt. dat je op een bepaalde manier beloond wordt. Daar, daar geloof ik in. En als ik dat naar mezelf bekijk. dan zeker weten, want ik moest eigenlijk weg uit die densie. Nou, dat is alleen al om gezondheidsbeweegredenen. Nou, en dit. Dit was er voor nodig om mij te laten voelen hoe ik echt in de wedstrijd stond afscheid te nemen. En wat eruit voortgekomen is, is het mooiste wat ik ooit heb mogen maken. Ja. En um, nou, over iets groters die dat dan eigenlijk door mij heen maakt. Zo zie ik dat precies alles wat ik nu aan het doen ben. Net zo, het heeft niet zoveel met mijn persoon te maken. Um, maar zo, zo, uh, ja, zo kijken we naar. En dan ik ben nu ook heel eerlijk aan, aan het kijken bij mezelf. Heb ik dan een oordeel daarop op mensen die een ander besluit hebben genomen? Ja. Ergens wel. Alleen dat betekent niet dat ik de persoon gelijk veroordeel. Want ik denk wel dat het goed is om goed van fout te kunnen onderscheiden. Ook al zit je er misschien zelf naast met wat ja, goed ja. of fout op dat moment dan is. Weet je, en je zonder dan per se gelijk uh, de verbinding met de andere persoon te kunnen verliezen. Maar ik denk wel dat ik kan wel uh, de, de, het controleren van QR-codes veroordelen. Omdat ik denk dat ik, voor mij is dat fout. En, maar dat betekent niet dat ik niet kan snappen waarom iemand tot die bewegingen komt om dat te doen. Ja. Weet je, ik zag hier gisteren, misschien een goed voorbeeld, zag ik, uh, in een, ik stond bij uh, Strand uh, Street en ik, ik stond voor het stoplicht en uh, druk stoplicht, heel veel auto's. Twee jonge gastjes duiken naar een auto, een paar auto's verderop van mij, duiken de raam in, jatten de juwelen van de hand van een vrouw af en, en rennen weer weg. Ja, lowlifes die natuurlijk helemaal niks hebben... en als laatste zien dat ze dat gaan doen. Ja. super fout als ik, die, als ik sneller was geweest, had ik die gasten trap verkocht. Um, maar ja, ik bedoel, veroordeel ik volledig... maar ik snap waar ze vandaan komen. Want ja, je moet eten, mm. je, je moet op een gegeven moment iets... en als je zo laag bij de grond zit en echt helemaal totaal uitzichtloos bent... dan ga je dit soort dingen doen die totaal fout zijn. Snap je? Dus ik... Ja, het is wel mooi en ik vind het mooi dat we hierop hebben, want ik ben dan ook aan het okay, kijken wat gebeurt er bij mij eigenlijk en hoe denk, ik, hoe denk ik er dan eigenlijk over. En ik denk wel dat, ja, de daad aan zich, ik welke daad dan ook, ik daar goed van fout kan onderscheiden binnen mijn eigen kaders, maar dat ik wel tot het begrip kan komen waarom iemand bepaalde dingen heeft gedaan. Ja, en, uh, en ik, ik zeg niet dat dat er is, maar als jij, als jij kiest om. Om, omdat je muziek zo belangrijk vindt. En dat, je, nou, dat zijn allemaal bewegingen waar ja. ik heel erg kan inkomen. Nou, ik zo. wil mijn stem. Ik wil mijn stem houden. En ik bedoel, ik vraag net de vraag, wat is er gebeurd met mensen die... Uh, weet je, die, die... Nou, bijvoorbeeld iemand als, als Tim. Uh, ik geloof wat je zegt, dat het karma er wel zo zou zijn dat je uiteindelijk dat dat het naar je terugkomt. Ik weet het ook niet altijd hoor, de geschiedenis is het wat dat betreft niet eenduidig. Dat de mensen die goed zijn, hebben niet altijd gekregen waar ze recht op hadden. Misschien niet, maar ik, ik Misschien denk... Misschien was voor jou dit het juiste moment dat je sowieso uit de dance in moet. En kwam die corona en dit hele verhaal op je pad. En kwam het voor jou op een heel juist moment in je leven, waardoor je nu... Ja, weet maar je, een vrije. het, vrij, het uh... punt is dat het dus niet uitmaakte. En ik denk, daar gaat het hem vooral om. Het maakte dus, want ik wist dat niet van tevoren, dat vertrouwen had ik helemaal niet en dat geloof ook niet. Alleen het maakte me gewoon geen reet uit. Want, want ik dacht, dit gewoon niet. Ja. Dus het maakt me niet uit wat de consequenties zijn en wat hierna staat te wachten. Voor mij voelde dat zo. Ja, ja, ja. Dit niet. Ongeacht uh, of ik word uh, opgehangen aan de hoogste boom. Ja, want ik stel mezelf ook de vraag, hè? de vraag die jij mij stelt, wat, wat is het dan bij mij zo? Uh, niet alleen persoonlijk, maar ook, ik ben altijd onderzoekend geweest. In, in, als ik, in de teksten die ik schrijf, als ik al eens een keer een waarheid poneer, dan moet ik er zelf al om lachen. Ik hou eerder van de vraagstelling. Dus daarin is er wel een consequentie, weet je, dat ik, ik ben geïnteresseerd ben naar alle kanten van een verhaal. Mm. En uh, op het moment dat ik stelling moet gaan nemen, uh, verlies ik eigenlijk mijn positie. Dus degene die op het podium zit, zoals we het interview begonnen zijn, is niemand. En uh, dat was ik ook een beetje op dat moment. En misschien zijn er op dat moment mensen die behoefte hebben aan iemand, maar dan moeten ze niet bij mij zijn. Ik ben een doorgedreven Taoïst en Boeddhist. Ik geloof dat ik niemand ben. Maar het is, ook, het is ook ergens natuurlijk ook wel de weg vooruit, denk ik, of zo. Ik bedoel, om wel gewoon die gesprekken aan te blijven gaan. En, um... maar dit is het belangrijkste gesprek wat we nu hebben... Wat, wat er tijdens corona had moeten plaatsvinden. Dat er ruimte was voor mensen met een kritische vraag... voor mensen die het, 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 het mantra wilden verdedigen... waarom er moest gebeuren wat er moest gebeuren... En de mensen die het niet wisten, zoals ik, die bedacht: wat de uh, fuck gebeurt hier en, en hoe ga ik me hiermee verhouden? Al die mensen, er waren mensen meer uitgesproken, daar voelde ik meestal mee geassocieerd. Andere mensen gingen ook de bocht uit waarvan ik dacht: ja, dit is precies nou waar je, je, doet nou precies waar je tegen bent. Uh, maar ik had vooral een probleem met het verdonkeren manen van dingen. Hmm. Want als je een beetje, een beetje in de materie ging. Wist je gewoon van hier worden. Uh, ik heb in Utrecht gestudeerd. Ik weet hoe makkelijk je statistieken kan manipuleren. Godverdomme, iedereen wist het gewoon, weet je. En al die wetenschappers. die op het moment dat die Duitse Kroes. Uh, nog maar iets zei. dat een een of andere uh, hippe psycholoog in Utrecht zei. waar heeft dat meisje als model verstand van? Uh, die heeft er toch niet voor gestudeerd. Alle psychologen, 80% ervan, heeft geen reet verstand van de menselijke zielkunde. Mm -hmm. Ik ken ze allemaal weet je, uit Utrecht. Ik heb ze meegemaakt. Het is ongelooflijk dat ik denk: fuck, komen we in dit mantra terecht? En daar kon ik me kwaad over maken. Wat ik heel moeilijk vond tijdens die coronapan, hoe kun je dat in mijn geval, uh, uh, want daar ligt mijn taak, weet je, hoe kun je dat kanaliseren? Ik heb een boek gemaakt toen achtbaan, samen met een schilder die, die schilderij heeft gemaakt, zo Pieter Verstral, een prachtige surrealist zo. Uh, maar ik wist ook eigenlijk nog steeds. Uh, ik, ik wist van geen houtpijlen maken in het begin. Hmm. En ik zie nu pas het verband, als ik dat net vertel met de jaren negentig, de neergang van onze cultuur, het verloren lopen in materialisme, de mens in de westerse wereld die diep ongelukkig is, die allemaal naar de, naar de, naar de uh, uh, medicijnen moet grijpen, dat daar geen minister van Onderwijs is die nu zegt: nu is het klaar. Alleen in hele ernstige gevallen mag er dopamine uitgenodigd worden van iemand die in een ernstige psychose terugkomt. Maar al die mensen met die antidepressiva, het is fucking dikke bullshit. In de spiegel kijken. Ik heb het ook niet altijd gemakkelijk gehad in mijn leven. En je maakt dingen mee. Maar er wordt ons niet meer geleerd om gelukkig te zijn. En dat we ook door een tunnel af en toe heen moeten. Het is verschrikkelijk erg. Maar dat is al tientallen jaren bezig. En het, het mooie van die coronatijd. Ook waar we het net over hadden, is de confrontatie met jezelf. Hoe consequent ben je in je uiting? Hoe, hoe, hoe draag je dat uit? Hoe moeilijk is dat? Uh, is dat wij als mensheid en als westerse cultuur keihard met ons kop tegen de muur aangelopen uh, uh, zijn. Alleen, er is nog niet over gepraat. Het is ongelooflijk. Zie jij helemaal, ik hoor je net een paar keer zeggen. En ik ook, ik ook. ben ook met mijn kop. Want het gesprek wat we net hadden over hoe Uitgesproken ben je, loop ik ook met mijn hoofd tegen de muren, moet ik ook eerlijk toegeven. God, ik had misschien toen dat, maar ik ben ook wie ik ben en ik heb een andere weg uh, gepakt. Ja. Zie jij, uh, want ik hoorde je net twee keer het woord, woord zeggen, catharsis. Um, want ik, ik geloof dat ook, hè, vanuit, want corona was een catharsis voor mij. Daarvoor heb ik een paar jaar eerder al een catharsis gehad dat ik. Tijdens het draaien net iets te veel op had waardoor dat gewoon nou ja finaal uit de hand liep en gewoon mislukte waar ik ook al tegen de muur aan liep een zo'n tegen, tegen de muur loop moment ja zie jij dat um, dat de afgelopen tijd dat ook zo was misschien wel collectief nee gaat nog komen is ja. het begin maar ik, ik vind het daarom wij zijn in een fascinerende tijd van de wereldgeschiedenis terecht met al die oorlogen die gebeuren weet je het loopt zo uit de hand en we het is zo zichtbaar geworden dat uh, uh, het aantal wapens. Dat niemand zich dat afvraagt. Weet je, dat niemand zich afvraagt. Zo van. Al die wapens die daar neerkomen. Op Gaza, of op Israël, of op Oekraïne, of op Rusland, of op fucking weet waar. Het is een geweldige industrie die erachter zit. Uh, dat is, het is zo duidelijk. Weet je, en zelfs nu. Heeft de pers ook zoiets. Dat ze echt niet meer weten wie er aan welke kant staat. Dus als, als mensheid zijn we nu in een. In een, uh, in een soort, uh, uh, hoe moet je dat zeggen, uh, vacuüm terechtgekomen. En uh, ik geloof dat we een hele interessante tijd tegemoet gaan... die wel eens heel dramatisch zou kunnen zijn... maar uh, dat die puist eens een keer die is bezig aan het openspringen... En we hebben ze eigenlijk sinds, zeker in West-Europa, sinds 1945... daar hebben we ook alle trauma onder de mat geschoven. Hè? Mijn, de generatie van mijn ouders. Ja, Niet over praten. Ik hoorde onlangs een paar zinnen... een vliegtuig van iemand die rondleidingen doet in Westerbork... dat in 1937 uh, uh, eigenlijk het persoonsbewijs werd ingevoerd in Nederland... na een volkstelling waarop ook gestipuleerd stond... of je van Joodse afkomst was. Israëli's, als je gewoon Joods was... En uh, Joods, als je ook kerkelijk of uh, religieus Joods was. Ik wist helemaal niet dat wij zelf die persoonsbewijs hadden ingevoerd als Nederland. En zo hebben wij een berg in onze geschiedenis weggedouwd. Zeker ook in die Tweede Wereldoorlog. Uh, en we doen nu weer hetzelfde. Uh, met of het nou de geschiedenis in Indonesië is, van, uh, na de oorlog. of het is corona, of het is ons. Het zogenaamde uh, uh, tolerantiebeleid, uh, wat, 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 wat keihard door de mand aan het vallen is... Met, ...met als je ziet waar Nederland politiek gezien nu naartoe gaat. Wij moeten eens goed om onszelf lachen en eens kijken hoe, wat voor, voor uh, sukkels we eigenlijk zijn. Ik ook. En dan gaan we verder komen. En we zijn nu, de hele wereld is natuurlijk in een... Dat voelt iedereen. Iedereen voelt van holy fuck what's happening. Want dit is een soort landslide aan het worden, een soort lawine die naar beneden rolt, waarvan niemand nog weet waar die bal naartoe gaat. En, uh, en ik ben een optimist. Mijn moeder heeft mij geleerd ver genoeg vooruit te kijken, dan komt alles goed. Pessimisme is het kijken op de korte termijn, maar we gaan nog wel een paar uh, dingen meemaken hoor, op deze wereld, want de hel is los. Dat denk ik ook. Ja. Denk en het je... is heel belangrijk, zeg ik tegen mijn kinderen ook: blijf dicht bij jezelf, weet wie je bent. Anticipeer. Geloof nooit dat je onder een vlag moet opereren. Of onder een god. Of wat dan ook. Uh, en, en ja, de zebra's. Hè, daar, of de olifanten die jij zag. Daar hebben wij veel van te leren. Van de dieren. Geloof je iets groters? Is dat. Is het, want je, ja, kid, je kids al kids mijn muziek kunnen, Al maar. mijn muziek is deel van iets groters. Ik ben maar. Uh, uh, en dan inderdaad, gezien mijn positie in de coronatijd, ben ik echt de Petrus van de discipelen. Uh, die een grote mond heeft, maar het ook altijd niet goed doet. En uh, ja, alles zit er in mij. En ik voel het ook als ik zing. Er is zoveel schoonheid, zoveel liefde in de wereld. Zoveel. Als ik iets ook heb gezien in coronatijd, van. van Mensen die ik daar ben tegengekomen, want uh, de schoonheid van die tijd was dat dwars door alle geledingen van de samenleving heen kwam ik opeens mensen tegen. Ik was opeens weg uit de acteurs muziekbubbel, waar ik met bepaalde mensen nog dacht zo van, hé, hey, want er waren veel mensen in mijn wereld uh, die hetzelfde dachten als ik, maar ook niet zo uitgesproken ja, waren. Nou, ja, ja. En misschien om dezelfde redenen, waarvan ik het ook weet, echt hè. En, um, maar er is zoveel er is zoveel potentie en zoveel liefde en om maar terug te komen bij dit land is een hele goede metafoor voor de toestand van de wereld het is met de ANC rot een rotte, uh, rot het op de bot uh, maar dat gaat vroeg of laat ook de voedingsbodem zijn zoals de herfst de voedingsbodem is voor de, 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 de lente je hebt alleen wel een winter ertussen nodig uh, voor iets heel moois. En dat is niet een naïef optimisme... maar als je de geschiedenis van de wereld kent... dan zie je die cyclussen. Maar we houden het... het en in je eigen leven ook... hoe langer je de strom tegenhoudt... hoe moeilijker hem je uit je darmen krijgt. Hè? Ja, dat is zo. En wij zijn nog aan het tegenhouden, maar... Hé, hey, de, de... Ja, dit is wel een hele platte metafoor... maar nou, het maar... is wel zo. En... en Ik, ik weet niet hoe lang ik nog op deze aarde rondloop. Maar uh, ik ben wel blij dat ik deze tijd meemaak. Al is het alleen maar. Om het gesprek wat wij net hadden. Dat ik ook ben geconfronteerd met mezelf tijdens corona. Want na, na Wereldoorlog II. was het makkelijk roepen. Over. Uh, uh, dit is goed en dat is fout. Daar zijn we in Nederland heel goed in geweest. Tot die tijd. En zonder nou. daar nou, te overdreven over te doen. Daar werd ik voor de eerste keer ook met mezelf geconfronteerd. Van hoe ver ga je? Wat, wat zeg je? Hoeveel ben je bereid om op te offeren? En die tijd is nog maar begonnen. Tja, ik denk dat er nog wel een paar van dat soort events ja, aan zullen komen. Weet je, ja, want je voelt aan alle kanten dat de verhalen die ons verteld worden. Dat is ook iets wat ik geleerd heb. Uh, moet je ernstig onder de loep nemen. Alle verhalen, ook dit verhaal. Ook ik en ook jij, weet je. Maar wij zijn ongelooflijk geïndoctrineerd eigenlijk uh, al tientallen jaren. En wij kunnen ons vrijmaken, eigenlijk nu. Dus het is een fantastisch moment voor de mensheid. Mm -hmm. Zeker weten. Ga je nog. Uh... Ga je toeren binnenkort eigenlijk weer of niet? Uh, ja, ik. Uh... Ik speel hier een paar keer dus ik ben nou, en ik ben bezig, dus dat, het is wel een mooi dit gesprek ook. Ik ben mezelf onder de loep aan het nemen. Ik vond, we hebben een paar uh, zo jaren achter de rug en, en ik was in de Ardennen uh, voor, een, voor een interessant televisieprogramma. Ze hebben mij vier dagen gedumpt. In het midden of nowhere. weer. En dan begin je vanzelf met jezelf te praten. En ik had dat op dat moment, dat was een heel mooie combinatie van dingen. En ik vond op een gegeven moment een, een dwarsdoorsnede van een boom. Uh, maar zo'n soort televisieprogramma, daar staat erop. Midden in het bos staat een piano. Maar het is alsof je het was een. Soort, het ging over dromen, alsof je een droom binnenkomt. En dan zit ik daar tussen de vogels midden in een bos te spelen achter een oude piano. zo'n Tom Waitsachtige klank. Ja, top. Zitten huilen, weet je Van geluk eigenlijk. Toen vond ik die dwarsdoorsnede van een boom. En opeens zag ik het. Ik zie opeens dat centrum. En ik zie die lagen van die jarringen naar buiten gaan. Je ziet zo de inkeping waarschijnlijk van, een, van iets wat er gebeurd is. Een blikseminslag of zoiets. En dan gaat die boom verder. Toen denk ik: Oké, okay, dit, dit is mijn leven. Je bent altijd vooruitgelopen. Ook in coronatijd. Dat is toch denken van ja van hè. Ik. Uh, wat is mijn positie en ik zing en wat ga ik het volgende doen? Welke liedjes ga ik nou maken en maar creëren en maar maken en maar maken? En opeens dacht ik: hou maar eens even op. Hou op. En kijk nou eens waar je nu bent en wie ben je nou echt. En ga maar eens terug naar het punt waar je vandaan komt. En gewoon in gedachten om te zien wat voor weg heb ik nou eigenlijk afgelegd? Wat heb ik onderweg gezien? Dus ik ben nu elke twee dagen. Door mijn, elke dag twee uur door mijn repertoire aan het spelen. Nummers die ik al 30 jaar niet heb gespeeld. Om uiteindelijk een voorstelling te maken over. dat stuk. Jouw dat weg? Is de pro ja, mijn weg. Met vallen en opstaan. En die wordt eigenlijk geladeerd. de jaringen, Dat zijn bij mij vaak teksten en muziek. En, uh, dus ik ben even niks aan het maken. Ik heb wel veel nieuwe dingen. Maar ik, ik wil er even niet naar kijken. Ik heb zoiets. Kijk eerst maar eens naar. Naar uh, de afgelegde weg en je hobbelpaden en je, je mooie momenten. Of waar je er echt dicht bij de kern zat en waar je het kwijt was. En, uh, en dat ga ik op het podium doen uh, vanaf uh, april. Het is wel mooi hoe de weg, zeg maar, een soort rode draad begint te worden door het gesprek. Hein, hè? Dus ben je nog wel op de weg waar je, waar, waar je ja. heen wil. Maar ook, ja, kijk eens terug op de weg die je tot nu toe uh, hebt afgelegd. Ja, de toekomst ligt in het verleden. Dat is wat wij als mensheid nu moeten zien. Weet je, ik, ben, ik zei al, ik wou eigenlijk geschiedenis studeren. Ik vind, het, ik vind het zo verontrustend dat de verhalen die mijn vader vertelde uh, van vroeger uh, over allerlei dingen, dat we zo vaak in dezelfde valkuil trappen. En ik in mijn eigen leven ook. En dan denk je, God, we dachten dat we geen ezels zijn, maar we zijn nog tien keer meer afgestudeerde ezels dan we zelf denken. Niet drie keer aan dezelfde steen, maar duizend keer, en je kunt dat patroon doorbreken. Dat weet ik wel in mijn eigen leven. Ik ben wel gegroeid door, maar ook je eigen onmacht te zien en je eigen uh, fouten onder ogen te zien. Maar dan is het toch te gek om te leven, hmm. zolang je dat maar hebt. In echtheid, ja. En proberen op een podium. Uh, en in het echt ook. Dat is nog moeilijker voor mij. Maar op een podium kom ik soms heel dicht bij bij mezelf, bij dat niemand. En dan ga ik helemaal open, voel ik ook voor een zaal. Dan ben ik er bijna niet meer. En dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets wat ik heel moeilijk kan omschrijven. Maar dan word ik dan word ik het verhaal, dan word ik het liedje. En daarom ik, weet ik wel dat en dat gebeurt eigenlijk pas de laatste tien jaar en en uh, ja dat is iets dat is iets spiritueels dat het door je heen beweegt ja het loslaten overgeven en maar dan wel met mijn Utrechtse uh, uh, lompigheid. weet je wat Maarten Oversier ook heeft daar zit een soort volksheid in en een soort No-nonsense-achtig dingen. En tegelijkertijd ben je bezig om te opereren in andere. Uh, uh, dimensies, eigenlijk. Want muziek is gewoon een andere dimensie. Als je dat niet begrijpt, ja, je kunt het. Je kunt er wel een McDonald's-hamburger van maken, maar dat is geen vijfsterrenrestaurant. restaurant. En je moet de mensen iets, iets te eten geven met een ziel. Dat is toch ook dé combinatie, eigenlijk. Hè? Je bent en hier, maar ook, voor, zo zie ik het dan, hè? en dat kun je ook niet altijd leven, maar. Want veel mensen in het spirituele gooien dit weg. En veel mensen die hier zitten, gooien het spirituele weg. Maar volgens mij is het ergens die balans. Je bent hier, maar je bent wel onderdeel van de natuur van dat grotere... wat we dan heel graag uit het oog verliezen. Maar... Ja, maar En zelfs daar zit dus dat... Ik ben, ik ben een grensgeval. Dat was ik tijdens coronatijd in mijn idee over wat er gebeurde. Dat ben ik tussen Nederland, België en Zuid-Afrika. Als wij in Nederland zijn, dan woon ik letterlijk één meter van de grens af. Ehm... Um... En ik ben het ook, als, ik ben tegelijkertijd een hele volkse jongen. Ik kunt mij op de Bunnockside zetten uh, bij FC Utrecht. En tegelijkertijd uh, bij een uh, paar hoogleraren sociologie of filosofie en een, en een referaat laten geven over Friedrich Nietzsche. Dus ik ben I'm a man of all seasons. Dus ik, soms verlies ik me daarin. Maar als ik dat niet meer heb, uh, dan ben ik niet meer die doorgever. Ik kan ideeën halen uit, uh, uit, uit van, van, van Kant of van uh, Schopenhauer. En, en ze vertalen naar een soort basisniveau. En ik hou daarvan. Ik, ik, ja, ik ben een, uh, nee, een, een verkleurmannikie, is Afrikaans gezegd. Een chameleon. Zo noemden ze mij toen ik hier kwam. Nee, fok jij zijn verkleurman kleurmannkie. Want dan zagen ze mij een podium. Aan de ene kant ga ik stand-uppen. Dat weten mensen niet. Als ze mij nooit gezien hebben in een podium, weten ze niet wat ze meemaken in het theater. <laughs> Begin ik echt te stand-up op een gegeven moment. En daarna zing ik papa en gewoon recht vanuit mijn kloten en dan zit de hele zaal te huilen. En dat is pas de laatste jaren dat ik dat, al die kanten van mezelf ook durf te laten zien. Uh, maar er zit ook wel. Een, een, om alle vier seizoenen te zijn, is ook een beetje om alle ballen in de lucht te houden. En af en toe uh, moet ik even helemaal niks doen. En dat is het moeilijkste: even helemaal niks doen? Ja. Want nu ook in zo'n gesprek, dan gebeurt er allerlei dingen in mijn, een beetje in, in mijn hoofd. Maar dat is goed. Ik, ik hou ervan. Dan worden dingen in beweging gezet. Twijfels over de wereld, over mezelf. Dingen waarvan ik denk, zo zit het in elkaar. Dan hoor ik mezelf dingen zeggen tegen jou. Denk, is dat wel zo, bos? Maar dat, ik begreep... Dat, ik zit altijd op dat. Ja, een breuklijn van een, van een aardbevingsgebied. Hè? Daar gebeurt het hmm. dat toch? Het is ook goed. mooi. Dat je daar, daar maar ook in die, in die twijfel of ook in die. In die... Ja, dat, dat, daar zit toch zo de kern, dat je zelf nog een twijfel durft te trekken. Ja. En alles wat je gelooft. Ja, we, want, ja, want he, veel mensen met wie hij gesprekken voert, of Marcel Messing of uh, 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 Matthias de Smet, of mensen die echt in een specifiek gebied mm. iets weten, hè? Uh, dat is een heel ander verhaal. Ik ben natuurlijk die, die acteur van Mephisto en de, de soort omnivoor ik, ik vreet van alle kanten, om, want ik moet het uiteindelijk. Uh, uh, weet je, je kunt niet aan iedereen uh, het boek van, uh, van, van Matthias de Smet geven, want een heleboel mensen die zullen zoiets hebben van als het over Hannah Arendt gaat, dan volgen ze al niet meer. Terwijl ik vind dat fascinerend. En ik denk dat ik, dat ik uiteindelijk er wel in staat ben om. Een nummer te schrijven, zoals iemand moet doen. Of, of, uh, of een liedje als Papa. Of, of uh, dingen waar ik nu mee bezig ben. En daar zitten. Eigenlijk ben ik altijd geïnspireerd door dat soort mensen. Dus ik ben een doorgever. Veel meer dan een uitvinder. Zo, ik heb niks uitgevonden. Maar. Wat er is, laat je binnenkomen. Ja, en ik kan het, ik kan het omvormen, denk ik, omdat ik. Inderdaad, ik hou ook van die verschillende levels in een samenleving. Om samen te zitten met een of andere uh, uh, methode. Een hoogleraar of, een, uh, 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 of een, zelfs een politicus of zoiets. En ik, ja, daar zit bij mij dan, ik ben geïntegreerd van hoe werkt die kop? Hoe werkt dat daar? En waarom ben jij wie je bent? En tegelijkertijd uh, ben ik nu op pad geweest een week lang bij de KNRM ja dat soort mensen ben ik wel heel graag, want dan praat je over mensen die die uh, met zo'n schip de zee op gaan, uh, beetje ruwe bolsters meestal, en dan tegelijkertijd heel gevoelig, want ze komen vaak in traumatische omstandigheden terecht of weet je uh, treffen situaties aan die niet fijn zijn. En, en daar ben ik misschien nog wel het liefste. ergens ligt daar mijn genetische pool bij. ja weet je Toch echtheid, hoor, denk ik. Ja, dat zoek ik wel, ja. Ja, ik denk, ik, ik, ja, en ik denk dat ik aan het einde van mijn leven wel... Uh, waar ik toch naartoe op weg ben... Uh, dat ik redelijk dicht bij mezelf zal zijn. Dus dat is eigenlijk, als je vraagt wat is mijn bestemming, is dat. Wie ben ik echt? En dat ik daar, dat ik als ik... Uh, dat ik niet in mijn laatste adem stik... maar hem uitblaas als een... En dan gone. En wat, je dan, wat er dan met mij gaat gebeuren, dat mag je vragen, Maarten Oversier. Maar, <laughs> ja, maar daar heb ik ook geen idee over. Dat is ook het leuke, weet je, dat ik denk, ik hoef het helemaal niet weten wat er daarna gebeurt. Ik ben een volstrekte agnost geworden. Ik ben geen atheïst, want dat vind ik hele saaie mensen, atheïsten, Want die zijn overtuigd van iets waar ze niet van overtuigd zijn, namelijk dat er geen God bestaat. En denk ik, dan hou je er toch niet mee bezig. Je gaat toch niet de hele tijd op. Hij bestaat niet. Dan ben je in hetzelfde, hetzelfde vaatje. Dus ik vind iemand, een agnostisch, iemand die het, die het niet weet. Ja, dat vind ik uh, top. Dus ik weet niet wat er daarna gaat gebeuren. Misschien gebeurt er van allerlei spannends. Ik hoop het. Ik weet het niet. Maar. Je hebt er rust mee. Ja. Ik zeg wel eens tegen mijn vrouw. Als er echt verschillende levens zijn, dan. Uh, volgens mij is dit mijn laatste. En dan wil ik wel even uh, heel lang slapen. <laughs> laatste rondje. <laughs> laatste. Ja, nog één ronde graag. Ja. Stef, dank je wel, man. Het was heel fijn. Ik uh, vond het ook uh, super, super tof. En uh, ja, ik ben heel dankbaar dat we dit hebben kunnen doen in, uh, in Kaapstad Noten ja. En uh, tof, man. Het was, het was een mooi gesprek, omdat het ook een kant uit ging. Had ik helemaal niet bedacht over die tijd. Anders dan het te hebben over waarheden, maar over gewoon je eigen positie en de kwetsbaarheid ervan. Ja, toch? Top. Mooi. Thanks, man. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het tof hebben gevonden. Als dat zo is, doe jullie het met mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En je ook graag even te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent. Spotify, YouTube, dat helpt allemaal. En op www.droemenshop.com kun je een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie de podcast natuurlijk altijd maken. Dank jullie wel en thanks voor je steun. En tot de volgende keer weer. Ciao.